Goedenavond, kijkers naar Delta TV vanuit het Manitobaplein 1 in Vriezeveen voor een toch wel bijzondere raadsvergadering vanavond. We nemen afscheid van een toch markant raadslid, Henk Kerkdijk. En in de plaats van Henk Kerkdijk wordt deze avond ook direct benoemd Roswitha Uitslag. Dat gaat met een aantal plichtplegingen tegemoet, gepaard moet ik zeggen. En gelukkig komt naast mij staan Henk Kerkdijk. De man waar zeker het begin van de avond nog wel het een en ander over gesproken gaat worden. Henk, welkom en fijn dat je eventjes naast mij komt staan en de inwoners van Twenteland ook nog even in de ogen kunt kijken. 2014 kwam jij vanuit de Staten in de lokale politiek terecht. En volgens mij had je ambitie om op dat moment wethouder te worden. Ik was inderdaad op dat moment lijsttrekker. Verkiezingen die in 2014 ook goed zijn afgesloten. Maar door wat verwikkelingen is dat uiteindelijk anders gelopen dan wat gedacht was. Ja. Je hebt daarna in diezelfde coalitieperiode wel de kans gehad om wethouder te worden. En dat heb je... Die heb je aan je voorbij laten gaan, die kans, bewust? Ja, dat is een bewuste keuze geweest. Uiteindelijk, je zit in je werk, je hebt je gezin en dan maak je toch keuzes die te maken hebben met... Want politiek vind ik leuk. De vraag of je besturen leuk vindt, het wethouderschap leuk vindt, is dan nog maar afwachten. En ik heb op dat moment toch de voorkeur gegeven in mijn adviespraktijk bezig te blijven. En dat doe ik nog steeds met heel veel genoegen. Dat is ook duidelijk. Ja, in 2018 na de verkiezingen hoef ik jou niet te vragen of er toen een mogelijkheid was om wethouder te worden. Want die kans was wel heel klein geworden. Dat klopt. Die kans was op dat moment in zoverre verkeken. Ja, dat had een combinatie, een coalitie met GBT op moeten leveren. Waarbij het CDA ook oppositie had ingenomen. En we hebben er toen voor gekozen dat niet te doen. Jij hebt nu de keuze gemaakt om te stoppen met je raadswerk. Dat respecteer ik. Wil je nog in het kort even aangeven wat de reden is? Nou, de reden is inderdaad dat we achter de fractie, we hebben een veel smallere fractie, maar we hebben twee uitstekende fractievolgers. En dan ga je toch gaan kijken van ja, wie gaat er door na 2022? Politiek is ook vooruitkijken, regeren is vooruitzien, zeg ik dan maar altijd. Conclusie was dat in ieder geval ik zelf de keuze toen al heb gemaakt, eigenlijk al voor de verkiezingen, na 2022 niet meer beschikbaar te zijn. En, ja, en dan op dat moment komt de afweging, ja, wil je dan wachten of wil je uiteindelijk over jezelf heen stappen en een andere in de gelegenheid te stellen om dat mooie werk te doen. En ik heb daar toch voor gekozen uiteindelijk. Ik las een stukje en waarin je aangeeft dat je stopt met je actieve politieke loopbaan, maar dat je betrokken blijft bij het CDA. En dat je niet uitsluit dat we jou nog in de lokale politiek een keer terugzien. Maar dat is dan niet als raadslid, maar dan als wethouder? Dat kun je op dit moment op geen enkele manier invullen. Ik ben iedere dag bezig binnen gemeentes in Nederland. En in zo'n coalitieperiode die nu loopt van 2018 tot 2022 kan er van alles gebeuren. En dat hoeft niet in Twenteland te zijn, dat kan ook elders zijn. Maar het hoeft voor mij niet, want ik ben heel tevreden en gelukkig met de baan die ik nu heb. Dus, Henk, ik wil je ook mede namens de inwoners van Twenteland bedanken voor je inzet de afgelopen jaren. Wij hebben persoonlijk ook nog wel eens een keer wat met elkaar gesproken en gedebatteerd. Maar de verhouding is persoonlijk altijd goed gebleven, gelukkig maar. En laten we het daarbij houden. Ik wens je nog een prettige avond en veel plezier. Want het loopt tot een einde nu en er komt weer een nieuw begin. Bedankt dat je even wilde komen. Chris, jij ook bedankt. En ik wil je ook bedanken voor in ieder geval 4 jaar lang collegialiteit. En nu ook al een jaar lang druk met Delta TV. Dus ik vind het wat dat betreft een chapeau. Okay. Ook dat. Dankjewel Henk. Goed zo. Ga je goed. En wie weet. Kijk eens. Het is bijna 19:30. Of het is al 19:30. Ik moet afronden. Er gaat nogal wat gebeuren vanavond. Raadslid aftreden. Nieuw raadslid benoemen. Er komen een aantal moties vreemd aan de orde. En er staat eigenlijk maar 1 agendapunt op de agenda, op de bespreekagenda. En dat gaat over subsidies.
Ik wens u een genoeglijke avond en veel plezier. Goed, ik ga hiervoor in het ambtsgebed. Onze Heer in de hemel, uw naam heiligen wij. Wij zijn hier als raad van onze gemeente bijeen. Ieder vanuit zijn of haar eigen persoonlijke levensovertuiging om besluiten te nemen voor de inwoners van deze gemeente en hun omgeving. Wij vragen u om wijsheid en inzicht bij het uitoefenen van onze verantwoordelijkheid, zodat bij de uitoefening van de gemeentelijke overheidstaak de gerechtigheid in de gehele samenleving wordt bevorderd. Dit vragen wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Dank u. Ik open de raadsvergadering en heet u allen van harte welkom op deze raadsvergadering. En ik heet ook iedereen welkom op de tribune. Ook als u meekijkt, meeluistert. Ik hoop dat u allen de vergadering goed kunt meemaken van de gemeenteraad van Twenterand. Wat later komt de heer Pape en wethouder van Abbema. Die zullen wat later aanschuiven, tenminste, ja. Dan ga ik verder met de volgende mededeling. Heeft u allen de presentielijst getekend? Kijk, dat gaat helemaal goed. Fantastisch. Dan ga ik naar de vaststelling van de agenda. En ik kijk eerst naar de heer Veldmeijer, want ik heb begrepen dat u een motie vreemd wil indienen. En zo, als het zo is, ja, dan vraag ik u om het dictum voor te lezen en de rest komt straks wel. En dat mag u vanaf uw zitplaats doen. Afzitten? Ja, ja hoor, dat mag. Voorzitter, de motie vreemd heet geen plek voor zorgcowboys. Wordt mede ingediend door de SGP en de VVD. Het probleem is dat het dictum vrij lang is. Doe u maar de bovenste zin van het dictum. Volgens mij was het één zin bovenaan. Ja, die zal ik dan opnoemen. Verzoekt het college van burgemeesters en wethouders voor 1 juli 2019 met een speciale raadsinfo te komen over de huidige methodiek van werken, waarbij de voor- en nadelen worden geschetst in vergelijking met de klassieke manier van aanbesteden, methode Almelo. En waarbij ruimte is voor raadsleden om vragen te stellen. En voorafgaand aan deze raadsinfo zal een raadsbrief worden toegezonden aan de raad, waarbij in ieder geval een aantal zaken aan de orde komen. Dank u wel. Ik kijk de raad rond en ga ervan uit dat dit als agendapunt 12a kan worden toegevoegd aan de agenda. Zo ja, dan gaat dat gebeuren. Dan kijk naar de heer Reusken van de fractie Partij van de Arbeid GroenLinks. Ik heb begrepen dat u ook een motie wil indienen aan u het woord om ook het dictum voor te lezen. Dank u wel, voorzitter. Betreft een motie vreemd oproep extra middelen sociaal domein. Roept het college op om samen met andere colleges en gemeenteraden in Twenterand krachtige stelling te nemen tegen de te krappe budgetten voor het sociaal domein, in het bijzonder het WMO-abonnementstarief. Dit te doen door een actieve en zoveel mogelijk door alle partijen gesteunde gezamenlijke lobby te voeren naar de landelijke politiek. Ten derde, de motie door te sturen naar de gemeenteraden van de overige 13 gemeenten en ook door te sturen naar de bestuurscommissie OZJT Samen 14. En deze is ondertekend door de Partij van de Arbeid GroenLinks, gemeentebelangen Twenterand, SGP, VVD, CDA en ChristenUnie. Dank u wel. Dan ga ik er ook vanuit dat deze motie vreemd aan de agenda kan worden toegevoegd als agendapunt 12b. Ik zie geen bezwaar, dan zal al dus geschieden. En dan ga ik naar de heer Elsinga. Want ik heb ook begrepen dat u een motie vreemd wil indienen aan u het woord. Ja, voorzitter, ik heb er twee. Eén over de veiligheidsregio Twente en de begroting voor volgend jaar. En die is mede ingediend door de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, VVD en SGP en gesteund door CDA en de PVV. En dat is namens de gemeenteraad voor 1 september aanstaande duidelijkheid te geven over onder andere de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over de veiligheidsregio.
en de gemeenteraad zich voor de begrotingsbehandeling van 2020 uitspreekt over het wel of niet uitvoeren van niet-wettelijk verplichte taken nadat per taak bijbehorende jaarlasten, nut en noodzaak voor de gemeente Twenterand in beeld zijn gebracht. Dat is over de veiligheidsregio Twente. Dank u wel. Dan ga ik ook ervan uit dat deze motie vreemd wordt toegevoegd aan de agenda als motie vreemd aan de orde als nummer 12c. Dan heeft u nog een motie, gaf u net aan. Aan u het woord, meneer Elsga. Ja, de tweede is weg met de afsluitboete voor verwijderende gasaansluiting. En die is mede ingediend door de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, VVD, SGP en gesteund door het CDA. En dat is het verzoek aan het college om namens de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van de Koolgas, ik heb inmiddels begrepen dat dat 22 mei is, dat is morgen, dat is mooie tijd, en bij het definitief afsluiten van gas te pleiten voor het ongemoeid laten van de gasinfra, daarmee bedoelen wij de leiding, met de gasdruk eraf te halen en louter te verzegelen en af te doppen. Dit is goedkoper, nu kost dat 600 euro en dan pas 100 euro. En liever zien wij nog dat dit afsluiten van het gas gratis wordt. Daarom gaan we dus ook wel wat vragen stellen. Dank u wel. Dan ga ik er ook vanuit dat deze motie vreemd wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 12d. En ga ik verder met de vraag of met deze aanvullingen de agenda als voorgelegd kan worden afgehandeld, afgewerkt. Zo ja, dan wordt de agenda al dus vastgesteld. En ga ik naar agendapunt 3, het vragenhalfuurtje. En bij het vragenhalfuurtje is de procedure als volgt. Dat eerst een vragensteller een aantal vragen kan stellen aan het college met eventueel een toelichting. Dat college antwoordt dat de vragensteller in tweede termijn de mogelijkheid heeft om aanvullende vragen te stellen. Dat dan de andere leden van de raad de mogelijkheid krijgen om eventueel vragen te stellen aan de vragensteller of aan het college en dat dan de beantwoording plaatsvindt, dat dan het vragenhalfuurtje over dat punt wordt afgehandeld. En ik geef als eerste de heer Laarman het woord om vragen te stellen over agenda van Twente. Meneer Laarman, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, we hebben een aantal vragen. Even, meneer Laarman, even wachten. We moeten even even overleggen, want wethouder Van Abbema is er niet. Nee, inderdaad. Ja, misschien kunnen we het andersom doen, dat eerst veel mee hebben. Ook van wethouder Van Abbema. Dat is even wethouder Van Abbema, even de twee vragen. Ik wil even gaan zitten, dat eerst die veel nee, mee. Nee, dat is dezelfde wethouder. Oké. Okay. Okay. Dus we moeten even overleggen. Als u even wacht, we gaan even schorsen. Om even collegeoverleg te hebben. Want ik moet even kijken hoe en wat wanneer wethouder Van Abbema er is. Ik wil even met het college overleggen. Als u een paar tellen schorsing van mij. Er wordt er even gebeld. Dank u wel voor uw geduld. Oh, de wethouder komt eraan. Ik wou net een ordevoorstel doen, maar de wethouder komt eraan. Ja. Ja, de wethouder komt eraan. Het gaat helemaal goed. Het wordt alle kanten gezien. Nee, de wethouder was even met wat andere zaken bezig, ook betreffende een van de thema's voor onze raad. Maar ik stel voor dat de heer Laarman begint met zijn vragen stellen. De wethouder heeft ze ook conform het reglement van tevoren gehad. Dus u kunt gewoon rustig beginnen en de wethouder die zal daar zo op kunnen antwoorden. De heer Laarman, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb tijdig de vragen al ingediend en het college kon dus zich voorbereiden op mijn vragen. Mijn vragen gaan over de agenda van Twente. En we hebben de laatste tijd in de media veel kunnen lezen over de Soap Lithiumworks. Investeringen die zijn gepleegd, plannen die uiteindelijk zijn afgeblazen. En dankzij een WOP-verzoek van de PVV-fractie Overijssel, ons collega lid Veldmeijer, zijn nu veel overleggen en afspraken publiekelijk geworden. Met name het mail- en WhatsApp-verkeer tussen enkele hoogpersonen zijn uiterst dubieus en doen onze wenkbrauwen fronsen. De gemeente Twenterander is als aandeelhouder van de agenda van Twente ook betrokken bij deze investeringen. Tot en met 2022 steekt onze gemeente jaarlijks 280.000 euro in. Een deel van deze gemeenschapsschulden zien wij, zoals het nu eruit ziet, nooit meer terug. En we hebben dus een aantal vragen hierover. Hoeveel geld is vanuit de agenda van Twente in het project Lithiumworks geïnvesteerd? En via dat WOP-verzoek, wat openbaar is geworden, is dat de heer Geert Braaksma veel dubbele petten had in deze gehele constructie en de spin in het web is.
Welke betrekkingen bekleedt de heer Braaksma op dit moment nog in de agenda van Twente en Twente Board? Vindt het college dat de positie van de heer Braaksma nog houdbaar is en heeft het college vertrouwen in de heer Braaksma gezien de belangenverstrengelingen die hij heeft gehad in Lithium Works? Wanneer vindt het volgende overleg van de agenda van Twente plaats? En is het college bereid, mocht deze raad dat willen, de positie van de heer Braaksma in de volgende vergadering van de agenda van Twente namens de gemeenteraad aan de orde te stellen? Het GBT heeft ook nog een vragen over de agenda van Twente op een ander deel. Als we de mediaberichten mogen geloven, moeten de 14 Twentse gemeenten nog 3,3 miljoen op tafel leggen voor de zogenaamde regio-deal die ze sloten bij het Rijk, met het Rijk. Een deal tussen het Rijk, provincie, de 14 Twentse gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Waarbij in totaal ruim 170 miljoen in verschillende Twentse projecten wordt geïnvesteerd. Het grootste bedrag komt van externe financiers en daarna betaalt de landelijke overheid 30 miljoen, Overijssel betaalt 20 miljoen en 10 miljoen moet opgebracht worden door de 14 Twentse gemeenten, waarvan zij nu 3,3 miljoen tekortkomen. Hier hebben we een aantal vragen over en klopt de berichtgeving in de media? Zo ja, hoe staat het college hierin? En wat vindt het college van de opvatting van de gemeente Almelo Rijssen-Olten? Focus nu eerst op de regio-deal. Dat gaat over een enorme hoeveelheid geld. Zorg eerst voor een volledige uitvoering en richt je dan pas weer op andere projecten. Met andere woorden, zet de agenda van Twente eerst een poosje in de ijskast en zorg dat je met de regio-deals beslagen ten ijs komt. Dit waren mijn vragen. Ja, dank u wel. Dan geef ik wethouder Van Abbema het woord namens het college. Wethouder, welkom. Was even wat gedoe of u wel op tijd zou zijn, maar u bent er. Aan u het woord. Voorzitter, dank. Ja, ik ben inderdaad net op tijd. Dat is fijn. Dank voor de vragen, meneer Laman. Ik ga mijn best doen u daar zo goed mogelijk van antwoord te voorzien. En ik ga de vragen gewoon één voor één ook bij langs. Want u hebt ze gelukkig van tevoren ingestuurd. Hoeveel geld is vanuit de agenda van Twente in het project Lithium Werkt geïnvesteerd? Nou, het is goed om aan te geven dat die gelden die geïnvesteerd zijn uit het innovatiefonds Twente komen. En op verzoek van OostNL heeft de bestuurscommissie agenda van Twente unaniem ingestemd met de gevraagde afwijking van onze investeringsinstructie aan OostNL onder voorbehoud van instemming van de Provinciale Staten. Ik heb hier zo niet het exacte bedrag in mijn beantwoording liggen, maar ik kan ervoor zorgen dat u dat krijgt. Ik zie nu ook dat het bedrag wat u vraagt, dat hier in mijn beantwoording niet staat. Dus ik wil wel graag daar een correct antwoord op geven, dus die hebt u nog te goed van mij. Dus dat is één. Nou, het tweede vraag die u gesteld hebt, die gaat over de heer Braaksma met de dubbele petten en welke betrekkingen hij op dit moment nog bekleedt in de agenda van Twente en de Twente Board. Nou, op dit moment is hij voorzitter van de Twente Board en ook voorzitter van de sturingscommissie. Die functies zijn gewoon helder en transparant. De derde vraag. Vindt het college dat de positie van de heer Braaksma nog houdbaar is en is er vertrouwen in zijn? Is er vertrouwen in hem gezien zijn belangenverstrengeling? Even los daarvan, wat ik net ook al zei, de functies die hij bekleedt zijn gewoon helder. Dat is ook bekend welke functies hij bekleedt. En op het moment dat het inderdaad transparant is dat mensen verschillende functies hebben, dan heeft dit college daar geen moeite mee. Het gebeurt in het openbaar bestuur veel vaker dat mensen verschillende functies hebben. En op het moment dat het helder is en transparant en ook duidelijk is waar de belangen liggen, dan vindt het college dat dat gewoon kan. Het volgende overleg van de agenda van Twente, u vraagt wanneer dat plaatsvindt, woensdag 15 juni. Er is vrij recent is er nog een overleg van de bestuurscommissie agenda van Twente geweest.
Daar is mijn collega de heer Paters naartoe gegaan. Nou, en is het college bereid om de positie van de heer Braaksma namens deze gemeenteraad ook aan de orde te stellen? Nou, dat is in een veel eerder stadium, is daar ook in de agenda van Twente en ook bij het portefeuillehoudersoverleg EZ is daar ook over gesproken. En de portefeuillehouders die hebben ook met elkaar vastgesteld dat het in een klein systeem als Twente, dat het af en toe best wel kwetsbaar is dat er weinig mensen zijn die belangrijke functies bekleden met elkaar. We hebben dat ook inderdaad wel gezien. Het is ook goed dat u de vragen over stelt. En de portefeuillehouders EZ, die hebben ook met elkaar afgesproken dat we daar nog wel nader naar gaan kijken in het kader van de agenda van Twente, met name ook op het gebied van de governance. He, want als je een klein systeem bent met elkaar, en dat is Twente natuurlijk wel, en dan zijn er weinig mensen die een aantal functies bekleden, dan moet je daar wel heel precies met elkaar op zijn. Dus met name de governance rond de agenda van Twente is wel onderwerp van nader overleg van de portefeuillehouders. Dus op dit moment is dat niet aan de orde om dat nu te doen, maar dat is al in een veel eerder stadium is dat aan de orde geweest. Nou, u geeft ook aan dat u nog andere vragen wilt stellen over de agenda van Twente. U vraagt of de berichtgeving in de media klopt. Moet ik even kijken waar u precies op doelt. Over die bedragen. Het klopt dat aan gemeentes is gevraagd vanuit de provincie Overijssel om 10 miljoen te financieren. En op dit moment wordt gesproken op welke wijze van deze 10 miljoen cofinanciering vanuit de regio Twente 3,3 miljoen gefinancierd kan worden. Dus dat betekent dat die 6,7 miljoen al via andere projecten gewaarborgd is. En op dit moment worden verschillende opties met elkaar verkend. En de insteek van ons college is dat deze gemeente geen extra geld beschikbaar gaat stellen daarvoor. Even kijken, de tweede vraag is beantwoord. En de derde vraag, wat vindt het college van de opvatting van de gemeente Almelo en Rijssen-Holten? Focus eerst op de regiodeel. Het is niet nieuw dat de gemeente Almelo en Rijssen dit ventileren. Het zijn ook twee gemeentes die niet meedoen aan de agenda van Twente. Zij hebben er wel voor gekozen om mee te doen aan de regiodeal. Maar u moet zich wel realiseren dat wij de regiodeal nooit binnen hadden kunnen halen in Twente als wij niet al met elkaar een inhoudelijk traject rond de agenda van Twente hadden gehad. Want met name de inhoud van de agenda van Twente, die zorgde ervoor dat we de regiodeal binnen hebben kunnen halen. Als we bij het bekend worden van het beschikbaar zijn van de gelden van een regiodeal, als we toen nog hadden moeten beginnen met elkaar te bedenken van wat we wilden aanvragen, dan waren we echt veel te laat geweest en was dat nooit gelukt. Dus dankzij het feit dat de inhoud van de economische structuurversterking in Twente al met elkaar bediscussieerd was en dat er ook al voorstellen lagen, hebben we die regiodeal snel en succesvol kunnen indienen. En dat maakt ook dat het op dit moment absoluut niet opportun is om te zeggen van stop met die agenda van Twente, want de inhoud van de agenda van Twente ligt onder de regiodeal. Wat natuurlijk wel het geval is, dat we wel met elkaar moeten spreken van hoe gaan we met die dubbelingen om. Want een aantal projecten van de regiodeal zit ook in de agenda van Twente. En daar worden op dit moment, wordt daar door de verschillende voorzitters, zowel van de bestuurscommissie agenda van Twente als de voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg EZ, wordt daarnaar gekeken hoe we daarmee omgaan. Voorzitter, dit wat mij betreft voor de beantwoording. Ja, dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Laarman. Nee, geen interruptie. Ik krijg zo de gelegenheid om vragen te stellen. Dat heb ik net geprobeerd uit te leggen, maar ik ben niet duidelijk geweest. De heer Laarman krijgt als eerste het woord om aanvullende vragen te stellen. Wethouder, u mag eerst weer gaan zitten. Ja, ja. Ja, zo gaat het allemaal hier. Pasjes meenemen. Eerst de heer Laarman en dan ga ik vervolgens naar de andere raadsleden om te vragen of zij ook aanvullende vragen hebben. En dan begin ik bij de heer Veldmeijer. De heer Laarman, u als eerste het woord.
Ja, dank u voorzitter. Goed, ik heb dus begrepen dat er al overleg is geweest over de positie, met name de heer Braaksma, binnen die agenda van Twente. En de andere posities die hij vervult. En dat daar nog een keer weer over gesproken wordt. En ik, ja, wat ons betreft is het dan een zaak dat je dat toch verder uit elkaar haalt. Ook al dat er zijn er weinig personen die dus in staat zijn om dat soort posities in Twente te vervullen. Maar moet het lijkt mij toch mogelijk zijn om toch een aantal dingen uit elkaar te halen. En dat niet een persoon zoveel petten op kan hebben. En op deze manier toch eigenlijk redelijk makkelijk als een spin in het web in die hele leningaanvraag. Hij vraagt zelf de lening aan, hij beoordeelt de lening en moet er dan nog iets van vinden. Dus wat dat betreft, ik vind het behoorlijk. Dat ik toch naar van de schijn van belangenverstrengeling, wat de heer Braaksma nu te voeten had. Daar is over gesproken. Ik hoop dat er nog weer over gesproken wordt en dat de functies verder uit elkaar worden gehaald. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik verder met de heer Veldmeijer. Aan u het woord om aanvullende vragen te stellen. Aan of de vragensteller of de heer, aan de wethouder. Nou, voorzitter. In Provinciale Staten vindt binnenkort een debat plaats over het WOP-verzoek. Dus. Maar ik wil er wel graag wat over zeggen. Want op het moment dat wij hier wat moeten vinden van een bepaald voorstel en we zitten in een bepaalde branche, dan trekken wij ons terug en nemen wij niet deel aan de besluitvorming. Dat heeft met een stukje integriteit te maken. En meneer Braaksma die had inderdaad een aantal petten op. Hij was, behalve dat hij voorzitter was van het Twente-board, was hij ook lid van de Raad van Commissarissen van OCNL, lid van de Raad van Commissarissen van Lithiumworks. En hij heeft altijd beweerd dat hij zich niet bemoeid heeft met de besluitvorming. Maar uit het WOP-verzoek blijkt wel degelijk dat hij enorme druk heeft uitgeoefend op OCNL om die lening te verstrekken zonder het noodzakelijke wat geëist wordt businessplan. Dus, en ik weet van de PVV-fractie in Almelo dat een aantal wethouders die ook in het Ons Kent Ons circuit zich manifesteren, behoorlijk zenuwachtig zijn geworden van dit dossier. En ik vind toch, en dan geef ik de heer Lama gelijk, dat wat ons betreft hiermee de kous nog niet af is. En wij laten het hier niet bij, omdat wij vinden dat je heel zorgvuldig moet zijn in dit soort processen. En dat het niet zo kan zijn dat jij met je drie posities een enorme invloed uit kunt oefenen op zo'n groot bedrag, op het verstrekken van een lening aan een bedrijf wat niet eens op papier bestond. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik naar de andere raadsleden of die nog een aanvullende vraag hebben. Wethouder, er is nog door de heer Laarman, denk ik, toch wel een vraag gesteld. Ik zit even naar u te kijken. Ja, het was niet echt een vraag. Nee, het is een opmerking geweest vanuit uw kant. Oké, het is een opmerking geweest van de heer Laarman. Dus dan sluit ik hiermee dit debat, dit vraag een half uurtje over dit onderwerp af. Dan ga ik verder met het volgende vraag een half uurtje over het zonnepark Oosterweilanden. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Hij stond er nog op. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vlak voor het weekend, 17 mei, lazen we ook via een persbericht vanuit de gemeente Twenterand dat er mogelijk 40.000 zonnepanelen die zouden komen op het zonnepark Oosterweilanden, die moeten terug, want het beloofde vermogen kon niet worden bereikt door waarschijnlijk beschadigde panelen. En dat betekent ook een uitstel van dat zonnepark met een paar maanden, wat al wat uitgesteld was. Dus vandaar dat wij een aantal vragen hebben, voorzitter. Vraag 1 is aan de wethouder, moeten er kosten gemaakt worden nu die voor rekening zijn van de gemeente? En wat is de invloed dan als die kosten worden gemaakt voor rekening van de gemeente op het huidige businessplan? En kunt u iets vertellen over de, als de kosten zijn gemoeid voor de gemeente, hoe hoog die kosten zijn? We hebben begrepen dat er nu onderzoek zal worden verricht naar wat er precies aan de hand is. Er worden bureaus voor ingeschakeld. Voor wie zijn deze onderzoekskosten? En wat betekent überhaupt dit uitstel voor de hele business case? En 4, kunt u ons vertellen of dit vaker gebeurt of vaker gebeurd is? En ook de vraag, als straks eenmaal die zonnepanelen geplaatst zijn
en ze raken beschadigd. Bijvoorbeeld door een hagelbui of door een systeemfout. Voordat hun looptijd erop zit. Voor wie zijn die kosten dan? En vraag 5 is een beetje een plaagvraag, zeg ik heel eerlijk. Wanneer wij 40.000 zonnepanelen opnieuw moeten bestellen, hoeveel extra CO2-uitstoot levert dit op? Dat was het, voorzitter. Dank u wel, de heer Veldmeijer. Aan wethouder Van Abbema, aan u het woord om namens het college antwoord te geven op de gestelde vragen. Voorzitter, ik dank de heer Veldmeijer voor de vragen die hij gesteld heeft naar aanleiding van het bericht in Tubantia. Ook naar aanleiding van het persbericht wat de gemeente zelf heeft uitgebracht. Want wij dachten wel dat het in het kader van onze actieve informatieplicht goed was om de raad en de hele wereld ook te informeren over de vertraging. De beantwoording van de vragen die ga ik kort doen en daarna ga ik nog even kort iets toelichten over het overleg wat vandaag geweest is over de zonnepanelen. Dus eerst even de beantwoording op de vragen. Moeten er kosten gemaakt worden en hoe hoog zijn deze kosten? Het antwoord daarop is: er zijn geen kosten voor de gemeente. Wat is de invloed op het huidige businessplan? Dat betekent alleen dat de tijd wat opschuift, dus geen invloed op het businessplan. Voor wiens rekening zijn de onderzoekskosten voor de aannemer? Het uitstel van de business case heb ik al beantwoord. En kunt u ons vertellen of dit vaker gebeurt? Nee, dat kunnen wij niet, want die kennis hebben wij niet. Dat mag u ook niet verwachten van een gemeente daarin. En de ene laatste vraag. Voor wie zijn de kosten wanneer de zonnepanelen beschadigd zijn, eenmaal geplaatst voordat de afschrijving looptijd erop ziet? Volgens bestek en de afspraken worden de eerste 7 jaren vallen onder de garantie. Dus dan ook voor de aannemer. En de laatste vraag, wat is de extra CO2-uitstoot als er opnieuw zonnepanelen besteld moeten worden? Ja, weet u, daar gaan wij niet over. Wij hebben een opdracht uitgezet, die is aangenomen en wij handelen conform bestek. Dus als dat extra CO2-uitstoot brengt, dan kunnen wij niet wat over zeggen. Daarin. Ik denk dat het goed is, voorzitter, dat ik de raad ook even meeneem in het gesprek wat vanmorgen heeft plaatsgevonden met de heer Verbund, de eigenaar van het bedrijf Isen, die voor ons deze opdracht uitvoert. Er is uitgekomen dat er nieuwe panelen besteld gaan worden. Dat betekent dat de aannemer ook accepteert dat conform het onderzoek dat er panelen zijn geleverd die niet voldoen aan het bestek. Dus panelen die minder wattpiek leveren dan dat afgesproken is. Ook panelen die niet voldoen aan de gevraagde A-kwaliteit. Dus de aannemer erkent dat en het betekent ook dat er nieuwe panelen besteld gaan worden bij dezelfde leverancier. En wij hebben ook vernomen dat die leverancier inmiddels het productieproces ook heeft aangepast. Het is goed om te melden dat alle panelen die tot nu toe geleverd waren, dat daar één container was die akkoord was, die dus goed getest is. Dus die zullen ook geïnstalleerd worden. En de nieuwe containers, ik moet even kijken hoor, of dit allemaal klopt. Even kijken. Het opschorten van de termijn van de voorlopige oplevering tot 1 september 2019. Dan moet het zonnepark Oosterweilanden volledig in gebruik kunnen worden genomen conform het bepaalde in het hoofdbestek. Definitieve oplevering 1 januari 2020. Dat is het laatste nieuws van deze ochtend. En ik denk dat het goed is dat we in het kader van de beantwoording van deze mondelinge vragen, dat we dat bericht ook bij u brengen. Dank u wel. Dat was de beantwoording.
Dank u wel. We kijken naar de heer Veldmeijer of hij aanvullende vragen heeft. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Nou, alleen een vraag, voorzitter, maar ik weet niet of de wethouder daar antwoord op kan geven. Of het feit dat die panelen beschadigd zijn, of dat te maken heeft met het feit dat er een inferieure kwaliteit is geleverd. Bijvoorbeeld uit de meeste zonnepanelen komen uit China, dat weten we allemaal. Die worden niet hier gemaakt. Maar is er een slechte kwaliteit zonnepanelen geleverd? Oké, dank u wel. Dan kijkt de raad rond. Of de heer Jonker heeft ook een vraag. Heer Jonker, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de beantwoording van de wethouder. Er leven nog wel wat vragen bij mij. Heb ik het goed begrepen wanneer er is een looptijd van 15 jaar. Die begint dus 1 januari 2020 en dan start ook de business case wat betreft kostenopbrengsten. En hoe zijn de risico's afgedekt met de opbrengsten van de stroom? Ik kan me voorstellen dat het mag ook later schriftelijk of op een ander moment. Maar dat zijn wel vragen die bij ons nog leven. Dank u wel. Dank u wel. Zijn er nog meer raadsleden die aanvullende vragen hebben? Wethouder, gaat u daar nu op in of aan u het woord, wethouder, namens het college? Ja, voorzitter, dank voor de vragen. Eerst even over de kwaliteit van de zonnepanelen. Die zijn zeker niet inferieur, zeg maar. In het bestek werd gevraagd om panelen die 310 watt piek kunnen leveren. Dat is dus met een test, is dat een gevalideerde test, is dat gesignaleerd dat de panelen dat niet leverden. In ieder geval te weinig panelen, een aantal wel. Zijn het daarmee slechte panelen? Zeker niet. Maar het zijn wel panelen die niet doen wat wij gevraagd hadden in het bestek. En dat betekent dat als je die panelen zou installeren, dat in principe het paneel met de laagste opbrengst, want het zijn natuurlijk een serieschakeling, dus dat geleverd gaat worden. Dus dat betekent dat het zonnepark inboet op opbrengst. En dat is natuurlijk niet wat we willen. We hebben niet voor niks die uitvraag gedaan. Daarmee zijn het geen slechte panelen, zeker niet. Een paneel wat 310 watt piek vraagt, dat is een behoorlijk intensief paneel. U moet zich voorstellen dat de meeste mensen op hun daken panelen hebben liggen van rond de 250 watt piek. Dus nou, dat kunnen deze panelen zeker leveren. Maar in het jargon wordt er wel gesproken over A-panelen en B-panelen. Waarbij dus in dit geval het om B-panelen dan gaat, maar dat zijn zeker geen slechte panelen. En de discussie was eerst ook even. U moet zich voorstellen dat er door middel van een soort van röntgenfoto die panelen bekeken zijn. En daar zijn als het ware een soort microscheurtjes waren zichtbaar. En er was dus eerst ook discussie van, wil dat daadwerkelijk zeggen dat er minder opbrengst is? Nou, dus dat is ook getest en nog een keer getest en nog een keer getest. En uiteindelijk is men wel tot de overeenstemming gekomen dat het waarschijnlijk is dat deze panelen minder opbrengst gaan leveren daarin. He, dus dat is ook de reden dat we gezegd hebben van, nou, hier moet een oplossing voor komen. En die oplossing die is dus nu vanmorgen is die gekomen, waar we als gemeente heel blij mee zijn. Ten aanzien van de risico's, wat de heer Jonker vroeg, ik gaf al aan. We hebben natuurlijk in een veel eerder stadium hebben we ook over risico's gesproken. Dat is niet heel veel veranderd. Het betekent alleen dat de tijd een beetje opschuift. Hè. Dus voor de SDE-subsidie moesten het zonnepark voor 1 juli operationeel zijn. Dit is dus een reden buiten onze eigen schuld. Dus dat betekent ook dat die voorwaarde niet geldt. Dus er is ook overleg geweest met RVO en uiteraard wordt dan uitstel verleend. Dus de risico's veranderen niet. Dank u wel. Dan sluit ik ook dit onderwerp van het vragenhalf uurtje af. En ga ik naar het volgende agendapunt. Dat is het verslag van de raadsdebatten van 7 maart. Jongsleden, en er zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Ik stel u dan ook voor om het verslag ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand hierover stemming? Dat is niet het geval, dan is dit verslag ongewijzigd vastgesteld. Dan ga ik naar agenda punt 5. Vaststelling besluitenlijst van 16 april 2019
Ook hier zijn geen wijzigingsvoorstellen binnengekomen. Voorgesteld wordt dan ook om de besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. Wenst iemand daarover stemming? Zo niet, dan is dat het geval en al dus besloten. Dan ga ik naar agendapunt 6, de ingekomen stukken. Wenst iemand met betrekking tot een van de voorstellen om het af te doen het woord? Gaat u akkoord met de voorgestelde procedurevoorstellen om die zo over te nemen vast te stellen? Wenst iemand stemming? Zo nee, dan is conform besloten. En dan ga ik nu naar agendapunt 7. En dat heb ik net vergeten te zeggen, maar we pakken agendapunt 6, agendapunt 7 en agendapunt 8 eigenlijk een beetje samen. Want na agendapunt 8 gaan we schorsen. Dan kunt u afscheid nemen, kunt u welkom heten. Dan kunt u van alles met deze twee mensen kunt u met hun delen. Een kwartiertje schorsing lijkt me voldoende, maar goed. Ik ga over naar toch iets te zeggen tegen het gemeenteraadslid wat afscheid neemt. Ja, gemeenteraadslid Kerkdijk, dat bent u nog. Ja, zo is het. En gedurende twee perioden bent u raadslid geweest namens het CDA. Gemeenteraadslid. Als eerste van 1 mei 1990 tot en met 29 maart 1994 en als tweede van 27 maart 2015 tot heden. En tussen deze periode in heeft u zich vele jaren ingezet voor het CDA in de provinciale politiek. In uw tweede raadsperiode nam u uw provinciale kennis mee naar Twenterand. Anders gezegd, met u kwam de provinciale politiek Twenterand en met name ook Vroomshoop binnen. Laat ik het zo maar zeggen. En na 30 jaar actief te zijn geweest namens het CDA is vandaag uw laatste raadsvergadering. U kunt terugkijken op een lange carrière in de plaatselijke en provinciale politiek. Een periode waarin u, zoals u zelf aangeeft, veel heeft meegemaakt en waar u veel van heeft geleerd. Uw mening deed er ook toe. Zoals ik al aangaf, bracht u de provinciale onderwerpen dichtbij. Als u toentertijd bij de ICVO als statenlid werd uitgenodigd om uw verhaal te doen over provinciale thema's die ook voor de ondernemers van Twenterand Vroomshoop van belang waren, dan had u een aansprekende boodschap en werd er door de aanwezigen echt geluisterd. En na het statenlidmaatschap kwam weer de gemeentelijke politiek. En dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Maar ook in deze periode bleven de goede contacten met het provinciehuis in Zwolle en het is toch wel van groot belang. U was een warme pleitbezorger voor regionale samenwerking in Twente, maar wel altijd met een kritische noot. En vooral als het ging om financiën. En dat is ook goed. Dankbaar voor al die ervaringen maakt u nu graag ruimte voor nieuwe mensen binnen de CDA-fractie. Deze keuze biedt u ook de ruimte om invulling te geven aan nieuwe uitdagingen in uw privéleven en in uw adviespraktijk. U wandelt graag. Zo heb ik me laten vertellen, heeft u uw voetstappen niet alleen achtergelaten op het Pieterpad, het Twentepad, het Rossenpad, maar ook de wandelroutes in landen als Duitsland, Italië en Oostenrijk kennen weinig geheimen meer voor u. En u houdt van de kleur groen. Kan niet missen, dat is duidelijk. Toch heeft u ook wel wat met andere kleuren. Als liefhebber van het skiën daalt u graag af van de witte flanken van de Oostenrijkse bergen, waar u de blauwe, rode en zelfs de zwarte pistes trotseert. Ook bent u in de afgelopen jaren naast uw inzet voor het CDA en een aantal andere bestuursfuncties voorzitter, secretaris, bestuurslid van de muziekvereniging De Harmonie in Vroomshoop geweest. Ook blaast u uw partijtje in de muziekvereniging De Harmonie in Vroomshoop. Ook daar worden verschillende talenten ingezet en samen vormt u met andere leden deze muziekvereniging.
En de vergelijking met de gemeenteraad is snel te maken. Ieder zet zijn of haar talenten in voor, wanneer het om hier gaat, de gemeente Twenterand. U heeft het ook vele jaren namens het CDA mogen doen. Dank daarvoor. En op dit moment bent u ook nog actief als penningmeester van het verzetsmonument Overijssel 1940-1945. Een nieuwe periode is nu voor u aangebroken. Ook al blijft u betrokken en actief in de steunfractie van het CDA Twenterand. Als dank voor al uw inzet en betrokkenheid bij onze gemeente overhandig ik u graag de bronzen penning van onze gemeente Twenterand. Ik dank u heel hartelijk. Ja, als laatste natuurlijk. Ja, kan dat natuurlijk. En mag het ook. Je pasje. Oh ja. Ja, je pasje. Anders dan komt de verkeerde naam in het beeld. Dat kan niet. Aan jou het woord. Voorzitter, collega raadsleden, college. Allereerst hartelijk dank voor de mooie woorden die u gesproken hebt. En als je daar doorheen luistert, ik heb het doorleefd, kan ik terugkijken op een hele mooie en zeer interessante periode. Ik wil vooral voor de afgelopen vijf jaar deze raad en ook de voorgangers in de raad tijdens de vorige periode van harte bedanken voor de fijne samenwerking. Maar het zou niet goed zijn dit te doen zonder vooral het thuisfront, mijn lieve vrouw Ria, de kinderen te bedanken voor alle ruimte die ik in de afgelopen jaren heb gekregen om dit werk te mogen doen. U weet inmiddels, dit is, ik noem het dan altijd gekscherend, een uit de hand gegroeide hobby. Dat kun je negatief en positief benaderen, maar ik benader het positief. Het kost veel tijd. Je moet het ook niet doen voor willen doen voor de eer. Het levert heel veel gedoe op. Je moet het doen voor de samenleving. En als je dat dan gedaan hebt en het wordt op deze manier ook afgesloten, dan is het goed. Rest mij u allen een gezegende en goede toekomst toe te wensen. Rest mij ook Twenterand het beste toe te wensen. Dank u wel. Dank u wel. Ja, dan mag u nu daar gaan zitten, denk ik. Ja, dat is. Zeven, wat te zoeken. Ik moet even iemand hebben die u begeleidt, hè? Die u begeleidt. Eventjes iemand die u begeleidt naar een goede plek. Die mag nog wel achterin gaan zitten, uiteraard, want het is een beetje zoeken. Ja, kijk, dat is een hele mooie stoel. Komt helemaal goed. Dan ga ik over naar agenda punt 8. En dat is de, staat geagendeerd, de toelating raadslid RANA uitslag van Riggelen. En ik wil de voorzitter van de vaste commissie voor de geloofsbrievenonderzoek het woord geven, de heer Smelt. Ik moest even kijken hoe die vaste commissie precies heet. De vaste commissie van geloofsbrievenonderzoek. De voorzitter, aan u het woord van deze commissie. Ja, voorzitter, dank u wel. Voor de aanstaande raadslid, mevrouw RAMA. Uitslag van Riggelen is dit niet de eerste keer. En het was ook niet de eerste keer dat wij uw geloofsbrieven onderzochten. En ik moet zeggen, we hebben het extra goed bekeken om te kijken waar zitten nou de verschillen. En die waren er. Die waren er. Maar het waren verschillen die positief, louter positief zijn. De commissie heeft de geloofsbrieven van u onderzocht. Heeft gekeken of de bijbehorende stukken akkoord bevonden zijn. En wij kunnen de raad daarom ook adviseren om ook mevrouw Roswitha Uitslag van Riggelen opnieuw toe te laten tot de gemeenteraad van Twenterand. Het onderzoek heeft bewezen dat er aan de vereiste onderzoeksnormen voldaan is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik nog de raad rond of iemand hierover het woord wenst. Zo niet, dan gaan we over tot besluitvorming. En het besluit wat de raad gaat nemen is toe te laten als lid van de raad van de gemeente Twenterand, mevrouw RAMA Uitslag van Riggelen, Hoofdstraat in Vroomshoop. Wens iemand hierover het woord? Dan wens iemand stemming. Dan kan ik concluderen dat mevrouw Uitslag unaniem is toegelaten tot de raad. En wil ik u vragen om hier in het midden van de raad te komen. Zo en al dat soort dingen. Ik kom ook hier.
mag vergoeden. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelen, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelen, enige schreef of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo graag en ook maar met God almachtig. Van harte welkom, gefeliciteerd met dit raadslidmaatschap. Kijkers, u heeft het waarschijnlijk wel gevolgd. Er is nu een schorsing. Raadslid Kerkdijk heeft afscheid genomen. Heeft mooie woorden gekregen van de burgemeester. En het nieuwe raadslid Roswitha Uitslag van Richelen is benoemd. En kan dadelijk al direct meedoen aan de stemming. Op dit moment worden de twee hoofdrolspelers van het aftreden en de benoeming gefeliciteerd. Daarom is er een schorsing geweest. De raadsvergadering begon toch met wat extra onderdelen. Er waren twee partijen die vragen stelden in het vragenhalf uurtje. En dat is een instrument waardoor je buiten de agenda om vragen kunt stellen. En het vragenhalf uurtje van, ging over GBT, Gerrit Laarman, over de agenda van Twente en de rol van meneer Braaksma. Die heeft een aantal petten over Lithium Works. Een bedrag van 7,5 miljoen euro is gegeven als lening aan dat bedrijf. En daar is wat mee aan de hand. Daar wordt politiek nog over gesproken. Maar voorlopig staat dat geld, en het is gemeenschapsgeld, op de rekening van het bedrijf. En we hebben dat nog niet terug. Dat was de agenda van Twente. Ook zijn er een viertal moties vreemd ingediend. Daar gaan we het aan het eind van de vergadering over hebben. Agenda punt 12 krijgt dus een staartje. 12a, 12b, 12c en 12d. Ik ga u nu niet vermoeien met welke onderwerpen daarbij aan de orde komen. Dat merkt u zelf als u bij ons blijft. Er werd nog wel ook in het vragenhalf uurtje, dat was ik net even vergeten, vragen gesteld door de PVV over het zonnepark Oosterweilanden. U heeft allemaal meegekregen dat er een vertraging is ontstaan. Oorspronkelijk was de bedoeling dat dit park vanaf 1 mei van dit jaar aan 3000 huishoudens stroom zou gaan leveren. Dat is eerst al uitgesteld tot voor de zomervakantie. En vanavond horen we dat het dus opnieuw uitgesteld is, maar dat wisten we wel. Maar er is nu ook een datum bij. Het wordt 1 september 2019... voordat 3000 huishoudens gebruik kunnen maken van de energie die opgewekt is door zonnepanelen. Er zijn een 40.000 stuk zonnepanelen die niet voldoen aan de zaken die in het bestek zijn opgenomen met betrekking tot het opwekken
van energie. Ik zal u niet vermoeien met de cijfers, maar zij leveren gewoon niet wat afgesproken is, de panelen. De kosten liggen bij de aannemer en niet bij de gemeente. Op vragen van de PVV antwoordde de wethouder van Abbema dat er geen kosten voor de gemeente mee zijn gemoeid. Maar ik heb altijd geleerd dat als je start met een bedrijf, en dat is in dit geval zo, en het moment van het genereren van omzet wordt later, dat dat invloed heeft op je businessplan. Want als je 4 maanden, of in dit geval 5 maanden, later pas omzet kunt genereren, ja, dat mis je. En dat moet ergens vandaan gehaald worden. Dus daar zullen we nog wel wat over horen. Op dit moment ga ik ook even de 2 hoofdrolspelers een hand geven. We gaan over een kwartiertje, en dat is inmiddels al een minuut of 8, 9 verlopen, gaan we weer verder. Dus over een minuut of 7 wordt de vergadering vervolgd. Ja, ik denk dat we bijna weer alle fracties zijn aanwezig. Ik denk dat de fractie van het CDA nog de heer Kerkdijk begeleidt naar de voordeur om een uitgeleide te doen. Nou ja, het is er altijd wel aardig om dat even te doen als fractie, lijkt mij. Sorry. Nee, maakt niet uit. Maar dat wordt wel. Zo hoort het natuurlijk wel, denk ik. Ik ga er niet over. We wachten even tot maar ik ga alvast kijken of het volgende agendapunt. We gaan nu, dat kan ik allemaal wel doen zonder dat één fractie aanwezig is. We gaan naar de akkoordagenda. En de akkoordagenda houdt altijd in dat daar misschien nog wel stemming over gedaan zal worden, maar dat er niet over gesproken wordt in de raadsvergadering. En ik kijk nu echt naar de fractie van het CDA. Of er iemand hier wil komen. Ja, maar ja, goed. Het is ook zo snel als ze alleen hier zitten. Dat vind ik ook niet horen. Gaat helemaal goed volgens mij. Nou, na zoveel jaren van dienst ten behoeve van de gemeente Twente, anders mogen wij wel een paar minuutjes wachten. Goed, de CDA-fractie. De CDA-fractie is ook aanwezig. Maar we hebben even geduld. Dan zal het tekenboek nog even naar mevrouw Uitzag worden gebracht om te tekenen. Want anders dan kunnen we niet stemmen en zo, dat weet u. Maar hij komt nu bij u langs. Dan ga ik verder met agenda punt 9. Bestemmingsplan Vriesterveen-Lintbebouwing in het centrumgebied. Partiële herziening Westeinde 355. Wens iemand stemming? Wenst iemand hierover een stemverklaring? De heer Smelt, aan u het woord. Ja, voorzitter, wij wensen hier tegengestemd te hebben vanwege de voortgang die de bouwer reeds heeft gepleegd. We hebben in het debat hebben daarbij stilgestaan, dus wij wensen tegengestemd te hebben. Dank u wel. Dan geef ik nu het voorstel in stemming. Wie is voor dit voorstel? Wie is voor dit voorstel? Ja, nee, het kan zijn dat iedereen tegen is, maar ik vraag wie is voor dit voorstel. Dat is de fractie van GBT, Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, PVV, SGP, CDA. Wie is tegen dit voorstel? Dat is de fractie van de ChristenUnie. Het voorstel is aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 10, bestemmingsplan Vriesterveen woongebied en bedrijven partiële herziening Wilhelminastraat 4-6. Wenst iemand een stemverklaring? Wenst iemand stemming? Dan is dit voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 11, verordening rechtspositie raadsleden gemeente Twenterand 2019. Wil iemand een stemverklaring?
Wil iemand stemming? Dan is het voorstel unaniem aangenomen. Dan ga ik naar de bespreekagenda. En dat wil zeggen dat aangegeven is dat er in de raad over gesproken wordt, oftewel een discussie zal plaatsvinden. En ik geef als eerste de heer Veldmeijer het woord, want hij heeft aangegeven dat hij een motie zal indienen. Dan kan de ingediende motie ook onderdeel uitmaken van de bespreking. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan het heel kort houden. Tijdens het raadsdebat zijn wij al duidelijk geweest. De PVV vindt dat je met gemeenschapsgeld uitermate zorgvuldig moet omgaan. En zeker wanneer je als gemeente financieel onder druk staat. En volgens ons verwachten inwoners dat ook van de gemeente. En bij deze mores hoort ook controle op uitgegeven subsidiegelden. En dit heeft wat ons betreft niets met wantrouwen te maken, maar het maakt gewoon onderdeel uit van goed bestuur. En de subsidieaanvrager zal, denken wij, ook begrijpen dat je hem of haar achteraf controleert. Het gaat immers om geld van onze inwoners en nogmaals, hier hoor je zorgvuldig mee om te gaan. Controle achteraf zorgt er ook voor dat er geen ons kent ons clubjes ontstaan. We hebben het in het vraaguur al even over gehad. Ontstaan van mensen die elkaar alleen bij de voornaam noemen. En we hebben gezien, ik zei het al zojuist, waar dit toe kan leiden. Voorzitter, de inwoners van Twente Rand verwachten controle en verantwoording van iedere uitgegeven euro. En vandaar dat de PVV ook wil dat iedere subsidieaanvraag, hoe groot of hoe klein dan ook, wordt getoetst. En vandaar dat wij de volgende motie indienen. Voorzitter, ik heb weer een vrij lang dictum. Wij zijn van mening dat er uiterst zorgvuldig met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Dat inwoners dit ook verwachten en mogen verwachten. Dat Twente Rand gezien haar financiële situatie extra alert moet zijn dat gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Dat we zijn van mening dat controle op het goed inzetten van gemeenschapsgeld niets met wantrouwen te maken heeft, maar past bij goed bestuur. En dat controle op subsidiegelden door inwoners als iets vanzelfsprekend wordt beschouwd. We zijn ook van mening dat het niet controleren van subsidiegelden van welke omvang dan ook door onze inwoners niet begrepen zal worden, op kritiek kan rekenen en de kloof tussen inwoners en politiek alleen maar zal vergroten. We zijn van mening dat het controleren van subsidiegelden zal zorgen dat er geen ons kent ons clubje of ons kent ons sfeertje ontstaat. En we zijn van mening dat de wetenschap, dat er altijd controle zal plaatsvinden, aanvragers eerder zal aansporen om een goed onderbouwde aanvraag in te dienen. En tot slot, voorzitter, vertrouwen is prima, maar wat ons betreft controle is nog beter. En wij verzoeken het college van burgemeesters en wethouders dan ook om voortaan alle subsidies vooraf en achteraf te controleren. Dank u wel. Dan was u... Oh ja, de heer Reusken heeft de vraag aan u. Meneer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De heer Veldmeijer heeft inderdaad aangegeven, ook in het raadsdebat, dat hij controle vooraf zou willen en dat hij controle achteraf wil. Hij heeft daarbij ook aangegeven dat hij met een motie zou kunnen nemen. Zou de heer Veldmeijer aan de raad kunnen vertellen waar dan die controle vooraf zou moeten bestaan, uit welke onderdelen die moet bestaan? En zou hij ook aan kunnen geven hoe die controle van een organisatie die 2000 euro aanvraagt en die organiseert een activiteit, hoe die controle eruit moet zien? Zijn dat bonnetjes? Is dat een accountantsverklaring? Want daarmee krijg ik een beeld van hoe die controller er in de volle breedte uit zou moeten zien en wie dat zou moeten doen. Dank u wel. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter. Meneer Reuske weet wellicht meer dan ik, maar lijkt wel of ik wethouder ben geworden. Het is niet mijn taak om tegen het college te zeggen hoe ze het moeten doen. Wij pleiten alleen voor dat er gewoon gecontroleerd moet worden. En op welke manier dat college dat invult of de ambtenarij dat invult, dat zal ons worst zijn als het maar op een goede manier gebeurt. En de enige opbrengst die eruit voort moet komen is dat er geen enkele euro ongecontroleerd de deur uit is gegaan.
Meneer Reusken heeft aanvullende vragen. Nu, de heer Reusken, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Uiteraard, het college en de wethouder over hoe ze controleren. Maar volgens mij geven ze dat in dit raadsvoorstel heel helder en heel duidelijk aan. U vraagt een andere manier van controleren. En daarom vraag ik, kunt u daar aangeven welke andere manier van controleren u zou willen? Volgens mij is dat een hele logische vraag. En wat mij betreft is het controlevoorstel zoals het college dat nu doet meer dan voldoende. Veld bij minister Aanvul, nu het woord. Ja, ik wil dan de vraag beantwoorden met een vraag, voorzitter, aan mijn collega. Op welke manier wordt er straks gecontroleerd, denkt u? U weet allemaal dat u allemaal over uw eigen antwoorden gaat. De heer Reusken, nu het woord. Voorzitter, ik kom er dadelijk in mijn eerste termijn op terug. En dan zal ik de heer Veldmaier aangeven hoe ik vind dat gecontroleerd zou moeten worden. Dank u wel. Nou, dan is het helder. Ik denk dat de heer Veldmaier de motie indient. En maakt dan ook onderdeel uit van de beraadslagingen. En ik vraag dan ook aan de heer Reusken om het woord te nemen. U gaf net zelf aan dat u uw eerste termijn dus aan u het woord. En dan ga ik zo de fracties bij langs om te kijken of er nog meer het woord willen voor. Meneer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik ben altijd gewend om als laatste aan het woord te komen. En dit verrast deze mij. Deze voorzitter die verraste wel een keer. Ja, dank u wel daarvoor. Ik wilde eigenlijk ook niet al te veel woorden aan vuil maken. We hebben daar een raadsdebat met elkaar over gevoerd. En op dat moment zijn de standpunten vrij uitgebreid met elkaar uitgewisseld. Zoals wij ook al aangegeven hebben in het raadsdebat, vinden wij dit een goed voorstel. Het geeft ruimte en vertrouwen voor aanvragen van subsidies tot 10.000 euro. Prima dat dit gebeurt. Want het gaat om organisaties in Twente, 36, die daarvoor in aanmerking zouden komen en die betrokken zijn op de samenleving in Twente, die belangrijke maatschappelijke activiteiten uitvoeren. En als het gaat om de controle, is dit wat ons betreft voldoende geborgen in de aanvraag. In de aanvraag moet worden aangegeven wat men wil doen en of men ook voldoet aan de subsidievoorwaarden die daarbij gevraagd worden. Dat bespaart niet alleen maar werk van die organisaties op het moment dat ze niet meer hoeven te achteraf hoeven aan te geven wat ze met die middelen hebben gedaan. En de gemeente kan zich veel meer richten op de grotere subsidies. En de subsidieaanvraag lijkt ons een goede zaak. Als de raad dan toch controle zou willen, dan zou ik tegen de wethouder zeggen, ga bij het afgeven van de beschikking vooral nadrukkelijk vragen aan die organisaties. Nodig de raadsleden uit om al die 36 organisaties te bezoeken. Ga in gesprek met die organisaties. Ga kijken of ze de activiteiten uitvoeren zoals het afgesproken is. En ik verzeker u dat u bij al die 36 organisaties zult zien dat het geld nuttig besteed is en dat geen enkele euro verspild is. Dus wij zullen deze motie ook niet steunen en wij steunen het collegevoorstel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan begrijp ik dat de heer Veldmaier, de heer Reusken, een vraag aan u heeft. De heer Veldmaier, aan u het woord om een vraag aan de heer Reusken te stellen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even de definitie opgezocht van het woord controle. En er worden heel veel definities synoniemen gegeven, maar een aantal synoniemen wil ik toch met mijn collega delen, voorzitter. En dat is bijvoorbeeld nazicht, of nagaan, of toetsing, of toezicht, of bewaking, of echtheidsonderzoek. Allemaal synoniemen voor het woord controle. En u heeft net een toezegging gedaan dat u zou vertellen op welke manier het college dan gaat controleren. Want volgens mij komt u niet verder dan het woord vertrouwen. En dat zie ik hier niet tussen staan als synoniem voor controle. Meneer Reusken, ik weet niet of u daarop in wil gaan aan u het woord. We gaan hier niet over definities de discussie voeren. Dat was mijn bedoeling ook niet. En al die woorden die de heer Veldmaier noemt, zitten volgens mij ook voldoende geborgen in de aanvraag. Want de aanvraag kun je ook controleren. De aanvraag kun je ook toetsen aan de voorwaarden. En zo kan ik ieder woord wat de heer Veldmaier gebruikt ook in de aanvraag voldoende
controleren. Dus wat ons betreft zitten daar voldoende waarborgen in. Nogmaals, voorzitter, wij steunen dit voorstel en wij denken dat dit ruimte en vertrouwen biedt om de activiteiten die worden uitgevoerd te blijven uitvoeren. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ga ervan uit dat u het niet samen eens wordt. Ik kan u een heleboel vragen stellen, maar daar ga ik vanuit. Dan mag ik de conclusie trekken dat de PvdA GroenLinks alleen een controle wil uitoefenen vooraf en niet achteraf. Nou, ik denk dat u een goede conclusie, want de heer Reusken gaat er niet op in, dus, maar het zijn uw woorden. De heer Kobus van de VVD wil u het woord, de heer Jonker. Ja, aan u het woord, meneer Jonker. Dank u wel, voorzitter. In het raadsdebat zijn wij al uitvoerig op de materie ingegaan. De heer Veldmeijer zei net ook al, het behoort bij ons werk, dat heb ik ook in het raadsdebat gezegd. De motie die de heer Veldmeijer net inbracht, heeft niet de steun van de SGP. Wij houden bij het oude en we zullen wel tegen het collegevoorstel stemmen. Wat ons betreft is ook de reden te meer dat er meer problemen zijn, denk ik, om de organisaties of verenigingen te helpen vooraf dan achteraf. En het kost maar weinig moeite om ons werk ook te moeten doen voor een controle achteraf. En dat hoeft niet met hele grote rapporten, dat is maar een kleine moeite. Want in feite zeg je gewoon dat er gewoon capaciteitstekort is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. En dan kijk ik naar mevrouw Janssen. Aan u het woord namens het CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn tijdens het debat natuurlijk al ingegaan op dit onderwerp. En we vinden het gewoon heel belangrijk dat er zorgvuldig om wordt gegaan met het gemeenschapsgeld. Het heeft inderdaad niet met wantrouwen te maken, maar wij moeten gewoon kunnen verantwoorden waar het gemeenschapsgeld naartoe gaat. En daarom zijn we het ook eens met de essentie van de motie vanuit de PVV. Wel zouden we kiezen voor een iets andere bewoording. Denk bijvoorbeeld aan ons kind ons sfeertje, wat erin staat. Maar voor de rest zijn we dus eens met de essentie van deze motie. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar mevrouw Hilbering namens de ChristenUnie. Het woord aan u. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben de vorige keer met name ook de wethouder bevraagd op de hoogte van de subsidie. We hadden voorgesteld om op de helft te gaan zitten, dus tot 5.000 zonder controle en boven de 5.000 wel die controle toe te passen. Maar wij zijn daarmee later ook in onze fractie tot het besluit gekomen dat dit akkoord is wat ons betreft. Ook omdat het subsidieplafond niet overschreden wordt en de controle vooraf naar onze mening al goed gebeurt. En dat het dan ook voor die laatste 5.000 euro geen verschil zal maken. Wij vinden het beter om de controle op grotere subsidieverstrekkers te geven en daar de energie en de aandacht aan te besteden. En niet zozeer aan de kleinere zorgaanbieders die op deze manier iets willen doen voor de maatschappij. Dus we steunen de motie van de PVV hierin niet. Dank u wel. Dan kijk ik nog naar mijn linkerhand. Heer Elsinga, aan u het woord. Namens GBT. Ja, voorzitter, gezien onze bijdrage de vorige keer tijdens het debat ondersteunen we deze motie uiteraard niet. We ondersteunen wel het collegevoorstel. Ik kan op het verhaal van mevrouw Smelt Jansen aansluiten. Ons kent ons sfeertje. Er is ons tijdens de invoering van de algemene subsidieverordening de nieuwe versie verteld dat er een onafhankelijke beoordelingscommissie is met een onafhankelijke voorzitter. Dus er is geen ons kent ons sfeertje. Dat kan er nog niet ontstaan. In het debat hebben wij al verwezen naar het coalitieakkoord. We hebben gezegd van vertrouwen krijg je door het eerst te geven. We lazen vandaag ook het persbericht trouwens over de kernbudgetten. De motie die we hier zien, die komt gewoon vanuit een diepgeworteld wantrouwen. Vorige week, twee weken geleden in het debat viel al het woord misbruik. Wij zijn voor een gezonde dosis wantrouwen en dat kan aan de voorkant. We hebben ook eens wat verenigingen gevraagd van hoe gaat dat, hè, als je het aanvraagt. Nou, de dorpsraden zeggen van, nou, we krijgen elk jaar hetzelfde, want we krijgen zoveel cent per inwoner, dus daar verandert niets aan. Dus we krijgen niets meer. En als we iets extra's willen, dan moeten we daar een speciale aanvraag voor doen. Als je meer aanvraagt, ook al is het maar 400 euro, dan krijg je een medewerker aan de lijn. Hoe kan dat nou dat je denk ik 400 euro meer hebt aangevraagd dan vorig jaar? Dus er vindt al aan de voorkant dat soort vragen plaats.
En dat is een goede zaak, voorzitter. Die subsidieplafond, die beschermt ons tegen overschrijding. Als er een overschrijding is, ja, dan moet het teruggekomen worden naar de Raad. En dat gebeurt elk jaar. En met de reden daarvoor dat gedaan is. GBT heeft ook gewoon vertrouwen in onze organisatie en onze inwoners. Er zijn 37 instellingen die vallen onder dit gedeelte van de subsidie. En die mensen zetten zich in omdat ze Twente al belangrijk vinden, de samenleving belangrijk vinden. Kijk, ze kunnen vanavond ook, elke avond voor de televisie gaan ze de Utopia kijken. Verschrikkelijk programma. Maar ze gaan wel gewoon met z'n allen zich inzetten voor de gemeenschap van Twente. Van Twenterand. En dat vinden wij gewoon een hele belangrijke zaak. Dus ze hoeven het niet te doen, maar ze doen het wel even. En voorzitter, ik heb ook even de lijst opgevraagd van aan wie geven wij nu subsidie? Kijk, om eens een voorbeeld te noemen. Amicitia krijgt €2.375. Nu komen ze €3.75 over die grens heen en dan moeten ze dat gaan verantwoorden. Nou, voorzitter, daar hebben we helemaal geen zin in. Laat lekker gaan. Ze doen heel lekker belangrijk werk ook nog voor kinderen die 3 tot 5 jaar die motorische problemen hebben om te gaan sporten. En die willen ze dan helpen. En zo zijn er meer. Het zijn bijna allemaal subsidies die aangereikt worden aan instellingen die vooral de kwetsbare inwoners helpen. Dus dat vinden wij ook wel een, dat valt ons ook op aan de lijst. Dus voorzitter, wat dat betreft, om voor die paar cent, want dat is het, hè, want laten we eerlijk zijn, in het voorstel, 130.000 wordt genoemd, de helft, die wordt al niet verantwoord, omdat die onder die 2.000 vallen. Dus we hebben het nu over die andere helft. Dus we hebben het nu over 3 ton, we hebben het niet over 130, we hebben het nu over die andere helft van die 130.000, die nu nog verantwoord moet worden. En die laten we eigenlijk niet van zeggen, die vertrouwen, dat komt goed, over 2 jaar komt er een evaluatie. De heer Veldmeijer heeft een vraag nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, de heer Alsinga maakt er een beetje een karikatuur van. Als hij zegt van, als die mensen, Amicitia, hè, zei u, als zij de heer Alsinga, dan moeten ze controle afleggen over die 3 euro nog wat. Maar dat is natuurlijk niet de praktijk. De praktijk is dat je controle aflegt over die 2003 euro, niet over die 3 euro zoveel. Maar goed. De praktijk is, die heeft volgens mij, dat ze daar juist nu niet over te doen en daarvoor wel. Omdat ze dus boven die grens, en die wordt nu opgetrokken tot 10.000. Maar zo heb je er wat van onder 15 euro, van 60 euro, van 40 euro. Die vallen nu in één keer in die range. En nou, daarvan zeggen wij van, dat hoeft voor ons niet. En de heer Reusken had net wel een terechte opmerking van de PvdA GroenLinks. Want op welke manier controleer je? Want als je om een accountantsverklaring vraagt, ja, dan ben je 3.000-4.000 euro verder. Vraag je om een samenstellingsverklaring, ja, dan ben je 1.500 euro verder. Dan ben je nog meer geld kwijt dan datgene wat je aanvraagt. Dus ja, wat moet je dan aanleveren? Een kasboekje met bonnen, dan gaat het wel heel erg tot in detail. En voorzitter, wat dat betreft het voorstel wat hier voor ligt, dat kunnen wij heel goed ondersteunen. Jonker heeft nog een vraag. Meneer Jonker, aan u het woord. Ja, voorzitter, meer een opmerking. Ik sta hier ook niet om wantrouwen te hebben in de organisatie, is die subsidie hier aanvragen. Maar onze insteek is meer dat gewoon het werk gedaan moet worden. Vooraf, oké, prima, maar dan stopt het. Maar achteraf is een controle zeker op zijn plaats. En dat is wat mij betreft, heeft dat niets te maken met het niet vertrouwen of wantrouwen of over 3 euro of wat dan ook. Maar de praktijk is nu dat de subsidies tot 10.000 euro worden achteraf niet meer gecontroleerd. Ja, meneer Jonker, dat is het punt is wat gemaakt heb. Dus, uw standpunt is helder dat het geen wantrouwen of vertrouwen is, maar er zijn verschillen in taxaties. Ja, voorzitter, maar het is wel een belangrijk punt om dat hier even gemarkeerd te hebben. Want ik laat me niet aanpraten dat wij hier wantrouwen hebben in alle organisaties die hier in Twenterand heel goed werk verlenen, want daar gaat het ons niet om. Het gaat ons om gewoon ons werk te doen en er hoort wat ons betreft controle bij. Dank u wel. Ja, voorzitter, dat mag ik niet vinden. Ik heb gewoon vertrouwen in de dominee Kerstencentrum die voor de Johannes Bogemanschool inzetmaatschappelijke werk doet voor de peuters en zo. Nou, dat vind ik gewoon, wij hebben daar vertrouwen in. En als, we hebben het voorbeeld over natuurreis en kunstreis bijvoorbeeld genoemd. De dorpsraad, hè, die kreeg 1.343 euro in de NAM. Nou, die zijn ermee gestopt. Nou, het college die ziet dat toch, dus dan wordt dat geld niet uitgekeerd. Dat lijkt me logisch. Dus, Dank u wel. Goed, er blijven verschillen. Laat ik het zo zeggen, en er blijven geen verschillen in vertrouwen, wantrouwen, maar er blijven verschillen in controle achteraf. Laat ik het zo maar samenvatten voordat bepaalde opmerkingen een eigen leven gaan leiden.
Ik kijk naar de wethouder. Zijn aan u geen vragen gesteld? Misschien goed om toch even wat u van de motie vindt. Want dat zeg ik wel even goed. Dat lijkt me wel even... Er zijn geen voorstellen, geen vragen richting u gedaan, maar wel goed om een reactie op de motie te geven. Aan u het woord. Nou, dank u wel, voorzitter. Nou, er werd net al gezegd van nou, hoe zal de controle dan moeten plaatsvinden. Vooraf en achteraf te controleren. Nou, dat kan op allerlei manieren. Dus ik denk dat eigenlijk de motie, zoals ik het nu lees, gebeurt al. Dus ook in de nieuwe constructie is er nog steeds een manier van doen. En controlerende heer Reuske gaf het al aan van ja, geef aan van wat verstaat u onder controle. Dat kan ook een visuele controle zijn als een natuurreiswedstrijd niet doorgaat. Dan zien wij dat, dan verwachten wij dat de instelling zelf naar ons toe komt. Doen ze dat niet, doen we een belletje. Dus ik kan met deze motie, kan ik verder niks. Voegt wat mij betreft ook niks toe. De heer Veldmeijer heeft dan wel een vraag nu. Meneer Veldmeijer, gaan u het woord? Ja, voorzitter, visuele controle. Laat ik het dan zo formuleren. Als wij het voor het zeggen hadden en we zouden die subsidies moeten controleren, dan zouden we bonnetjes bekijken. En als iemand voor 500 euro subsidie heeft gekregen voor een boeket ergens bij of wat dan ook, dan zouden wij voor 500 euro bonnetjes willen zien. En zo zien wij controle. En daar is niets spannends aan. En het gaat om relatief weinig aanvragen. Dus het is volgens ons ook heel makkelijk in te passen. Het zijn geen enorme vraagstukken, geen enorme begrotingen, geen enorme boekwerken. Dus gewoon het overleggen van bonnetjes, dat zou wat ons betreft al een goed punt zijn. Dank u wel. Ik rond deze eerste ronde af en kijk of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Niet, ik kijk even iedereen rond, dat ik niemand oversla. Dan ga ik eerst over tot stemming over het voorstel. En ik vraag u wie wil een stemverklaring afleggen. Niemand. Wie wil stemming? Ik ga ervan uit dat u stemming wilt. Ja, dat denk ik ook. Wie is voor dit voorstel? Fractie van GBT, Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, ChristenUnie. Wie is tegen dit voorstel? CDA, SGP, PVV. En dan concludeer ik dat het voorstel is aangenomen. Dan gaan we naar stemming over de motie. Vertrouwen is goed, controle is beter. Wil iemand een stemverklaring? Ik denk dat er over gestemd gaat worden. Wie is voor deze motie? Partij voor de Vrijheid, Twente Rand. Wie is tegen deze motie? Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, GBT. De motie is verworpen. Dan ga ik over tot de moties vreemd aan de agenda. En dan moet ik even kijken naar de procedure. Die heb ik wel ergens. Ik heb de procedure. De procedure voor motie vreemd. De motie is ingediend. En de motie wordt behandeld conform een gewoon agendapunt, dus in twee termijnen. En ik geef als eerste het woord aan de heer Veldmeijer van de Partij voor de Vrijheid Twenterand over de motie geen plek voor zorgkooibos. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, er staat wel een foto van u op, maar ja, daar komt u niet mee bij het spreken. Dus aan u het woord, meneer Veldmeijer. Dank u wel, voorzitter. Voorzitters, gemeenten klagen over te weinig geld voor de zorg. En terecht vindt de PVV. De decentralisatie van 2015 was gewoon een ordinaire bezuiniging vanuit het Rijk. Het Rijk zal dus over de brug moeten komen, want mensen worden ouder en dit betekent meer zorgkosten. Dus er moet meer geld naar de gemeentes om de bezuiniging van 2015 te herstellen. En vanwege de stijgende kosten als gevolg van de vergrijzing. Dus de lobby richting het Rijk voor meer geld voor het sociale domein kan op onze sympathie en op onze steun rekenen. En voorzitter, ook de kosten voor de jeugdzorg nemen toe. In alle Twentse gemeentes.
Ook hier, bij een 1 op de 10 jongeren tot 23 jaar heeft jeugdzorg nodig. En hier kunnen we later wel weer een discussie over voeren, want vanuit mijn werkervaring ben ik van mening dat veel kinderen eerder een schop onder hun kont moeten hebben dan jeugdzorg. Maar goed, hier hebben we het vanavond niet over. Ons punt, voorzitter, is dat wanneer je als gemeente extra geld vraagt, je zelf wel de zaken goed voor elkaar moet hebben. Want anders ga je af als een gieter. En het lijkt erop, voorzitter, dat we de zaken niet helemaal goed voor elkaar hebben. Te vaak lezen we in de media dat er mensen in de zorg werkzaam zijn als bestuurder, als eigenaar of als directeur die de boel belazeren. Die rijk willen worden over de ruggen van onze mensen die zorg nodig hebben. Die geen geintje fatsoen in hun lijf hebben. Die het woord zorg wat ons betreft niet eens mogen uitspreken, want ze hebben er niets mee. Ze misbruiken het huidige systeem om zichzelf te verrijken. En tegen de tijd dat ze gepakt worden, is het vaak lastig plukken van een kale kip. En de PVV, voorzitter, heeft al sinds juli 2018 vragen gesteld en we zien geen enkele verbetering. De bureautjes die de boel flessen stapelen zich op. Het is jammer dat we dit via de media steeds moeten vernemen. En het lijkt erop dat de media, Follow the Money, Tubantia, RTV Oost, meer energie steken in het opsporen van fraude dan wij zelf. En voorzitter, het lijkt er toch op, anders dan het college doet vermoeden, zie de beantwoording van de vragen op dit punt, de laatste vragen. Het ziet er toch naar uit dat Almelo het beter voor elkaar heeft. Eerder misstanden signaleert. Want malle fide bureautjes die daar niet meer welkom zijn, staan bij ons gewoon nog op de lijst. En in de ene gemeente zijn het fraudeurs en in de andere gemeente zijn het zorgaanbieders. Dit valt niet te rijmen en uit te leggen. En we lazen afgelopen weekend ook hoe makkelijk het is om nep zorgdiploma's te laten maken. En hiermee aangenomen te worden. En de zorgcowboys zullen het ongetwijfeld al lang ontdekt hebben. Wij naïvelingen toch. Voorzitter, de minister heeft een stok om te slaan. Hij kan gemakkelijk minder geld schuiven naar de gemeentes, omdat wij onvoldoende grip hebben op de kosten, zo lijkt het. En vandaar deze motie, voorzitter. Wij vragen aan het college om met een raadsbrief te komen met de informatie die wij nodig hebben om een goed zorgdebat te kunnen voeren. De PVV wil graag met de raad en met het college toe naar een systeem waarbij de kansen op fraude geminimaliseerd zijn. Want wat nu naar boven komt, is, denken wij, slechts het topje van de ijsberg. Voorzitter, wij moeten grip hebben op onze zorgkosten. En het lijkt legitiem om hier eens met elkaar over van gedachten te wisselen. Maar hiervoor hebben wij wel meer informatie nodig, op papier. En de uitkomst van het debat zal moeten zijn, voorzitter, het huidige systeem voldoet. Het huidige systeem zal aangepast moeten worden. We moeten over naar het klassieke model van aanbesteding, zie Almelo. Voorzitter, tot slot. De PVV kan niet leven met een methode dat te veel ruimte biedt om te frauderen. We dagen het college uit om ons mee te nemen in de huidige systematiek en ons te overtuigen van de huidige methode. En met de raad willen we een afgewogen oordeel kunnen maken, handhaven van de huidige werkwijze of aanpassen. Ten slotte is het onze allerbelangrijkste taak het controleren van BMW. En het dictum, voorzitter, heb ik voorgelezen. Ik neem aan dat dat nu voldoende is. Voldoende, dank u wel. Dan kijken de overige leden van de raad rond of iemand ook in eerste termijn het woord wil voeren. De heer Elsengraaf, aan u het woord en dan ga ik die kant op, meneer Reusken, ben u nu de laatste. Laat maar, hoeft iedereen niet steeds zijn vinger op te steken, et cetera. Maar weet, ik kom een keer aan de beurt. Soms ga ik rechtsom en soms ga ik linksom. Meneer Elsega, aan u het woord. Ja, dank u, voorzitter. Ik denk dat er geen enkel raadslid in deze zaal is die voor het uitlenen van zorggeld is. Want daar ging het ons meer om. Alleen we weten niet of het klopt. We weten niet of het wettelijk is toegestaan. Mag je als organisatie geld lenen, weten we niet. Hoeveel reserves mogen ze hebben, ja, weten we ook niet. Bij deze motie die we nu zien, ga je ervan uit dat alles wat in de Tubantia stond, klopt. En dat weten we niet. Want ik heb geen contact met die samenvering, met die OZJT. Soms denk je wel van, dat lijkt me heel erg vreemd dat die mensen dat op deze wijze gebracht hebben.
Dus ik zou wel graag van de wethouder willen weten, van, is er nou contact geweest met het OZJT, hoe het dan gegaan is? Eigenlijk is dit wat hier, die controle, wat eigenlijk de PVV omvraagt, is niets nieuws. Op 7 november 2017 is er een motie van GBT unaniem door de Raad aangenomen, waarin al gevraagd wordt om aanvullende controle op de levering van zorg. Daarna zijn er nog twee verklaringen geweest van de oude commissie, waar ook raadsleden zittingen hebben. En dat is ook gedragen door de Raad, om in het nieuwe model, dat heet nu het barrièremodel, meer aan de voorkant te doen om misstanden te voorkomen. Dus in die zin is daaraan voldaan. En ja, kunnen wij nu al zeggen of het wel of niet goed is? Nee, dat kunnen we niet, want ze zijn op 1 januari ermee begonnen. En het is nu iets halverwege voorbij mei, dus ja, ik vind het moeilijk om daar nu al een oordeel over te geven. Ja, het systeem van Almo, is dat het systeem? Ja, dat kunnen wij ook niet beoordelen. Dus in die zin, voorzitter, is het lastig om te zeggen van wat nou beter is. Wij moeten toch echt de ontwikkelingen daarvan afwachten en ik hoor ook graag de wethouder erover. En over dat barrièremodel, ja, wij zouden daar ook wel meer willen weten. Maar er staan een aantal dingen in het dictum, hè, wat u verzoekt aan het college. Dat is eigenlijk gewoon raadsinfo. Daar wil je uitleggen over, daar wil je over doorvragen. Daar is een raadsbrief, is daar te weinig voor. Want dan ga je raadsbrief doen en een raadsinfo, dan doe je een beetje dubbelop. Dus ik zou meer kiezen voor een raadsinfo waar iedereen gewoon vrij is om vragen te kunnen stellen. Zoals we afgelopen week hier in de Raad hebben gehad over de toekomst van de ambtelijke organisatie en over de externe inhuur van bureaus. Dat was een hele goede bijeenkomst. Dat kan ook met dit. En dan kunnen we vragen wat we willen. En dan horen we wel wat er uit de presentatie komt en wat de antwoorden van de wethouder en de ambtelijke organisatie zijn. Ik heb even laten uitspreken. De heer Veldmeijer heeft een vraag nu. Meneer Veldmeijer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind het een beetje goedkoop van de heer Elsinga dat hij zegt dat we het moeten doen met de informatie uit Tubantia. Om een voorbeeld te noemen, in het contract wat Samen 14 heeft, is geen maximum verbonden, en als ik het fout heb, hoor ik het graag van de wethouder, aan indirecte zorgkosten, waaronder reiskosten. En je zou bijvoorbeeld ook het uitlenen aan derden, zou je op die manier weg kunnen zetten binnen jouw boekhouding. En dat is ook het makke wat Almelo had met het contract van Samen 14. Dat als je daar geen maximum aan koppelt, aan die indirecte zorgkosten, dat daarmee gesjoemeld kan worden. Je zet de deur wagenwijd open. En ik maak tevens van de gelegenheid gebruik, voorzitter, dat volgens mij de wethouder van Almelo een brief heeft geschreven dat hij niet meer geassocieerd wil worden met Samen 14. Omdat men in Almelo het gevoel heeft dat iedereen aan de voorkant maar een gunningscontract kan krijgen vanwege de beperkte controle vooraf. Maar ik wil zeggen, ja, dat het feit dat we hier debatteren niet alleen komt vanwege Tumantia, voorzitter. Meneer Veldmeijer, het lijkt me toch goed om even wat vragen bij de wethouder en de raadsinfo te kijken van de reactie van de wethouder, voordat we allerlei zaken hier benoemen die vervolgens ook, ja, weet ik niet wat we daarmee moeten. Dus ik zit even daarover te zoeken. U geeft duidelijk aan in uw motie wat u wenst. De heer Elsera geeft aan wat voor hem een betere optie is, een andere optie. En ik denk dat het goed is om straks na de eerste termijn de wethouder te horen. Heer Elsera, vervolg uw betoog. Ja. Ja, voorzitter, ik stel deze vraag omdat wij, wethouder Paris was natuurlijk eerst fractievoorzitter van gemeente Belangen Twenterand en zat daar heel erg kort op. Dus ik denk dat hij best daar ook wel kort op zit en dat hij echt wel vragen heeft gesteld. Alleen, ik wil het horen. Ik weet het niet. Dus dat horen we zo meteen wel. En of hij zo'n raadsinfo of een interactieve bijeenkomst, maakt mij niet uit hoe je dat is misschien beter. Dan kun je meer over en weer vragen, want dat was wat wij over die externe bureaus hebben gehad. En dan kun je gewoon je gang gaan vragen wat je wilt. Dus dat antwoord zou ik graag willen horen. En je hebt wel een hele hoge pet op van Almo. Nou, daar denkt onze fractie heel erg anders over, want hoge petten in Almelo. We hebben gezien met F35 dat Almelo een onbetrouwbare partner is. Kijk eens naar de financiën van Almelo. Het is nog meer schulden dan ze erg geld hebben. Ik vind het heel moeilijk om dan te zeggen dat hun systeem zomaar beter is. Iedere gemeente heeft zo zijn eigen afweging om die keuze te maken. Ze hebben dit met z'n 12 gedaan. Misschien is Almelo inmiddels al wel jaloers om aan te sluiten bij dit systeem. Ik stop even. Ik denk dat het goed is om niet over een andere gemeente te gaan praten die er niet bij is. Dat wil ik gewoon niet hebben. Dus het is ook niet wijs, dat gaan we dus niet doen.
Er zijn vragen aan de wethouder gesteld. Daar komt antwoord over, want ik probeer even wat orde in deze discussie te krijgen. De heer Veldmeijer heeft een vraag aan de heer Elsinga, want anders wordt het steeds meer opmerking vraag aan de wethouder. Maar het gaat erom met elkaar van, u heeft een vraag aan de heer Elsinga. Ja, voorzitter, met heel veel zaken in het leven, of je nu praat over advocatuur, of je nu praat over de burgemeester, of je nu praat over de wethouder, een docent, een arts. Het gaat vaak om de persoon. Ik wil vragen, want die suggestie werpt de heer Elsinga nu op, dat de wethouder die zorg doet in Almelo ook het fietspad dat ik in zijn portefeuille heeft. Ik heb net gezegd, meneer Veldmeijer, dat we niet meer over een andere gemeente gaan praten. Gaan we dus niet meer doen. Ik wil het niet meer hebben, dus dat is meteen een regel voor iedereen. Laten we ons houden bij Twenterand en datgene wat u aan de wethouder vraagt. De heer Elsinga, aan u het woord. Ik heb het inmiddels, het woord lampje branden niet. We wachten dus op de reactie van de wethouder hierin. Hier staat bijvoorbeeld in overweging dat onze plicht is om het college te controleren. Ja, dat is nu eenmaal een taak van de raad. En dat doen wij deze ook. En afhankelijk van de reactie gaan we als fractie even bij elkaar zitten. Kijken van wat doen wij met deze motie. Maar goed, we wachten eerst de reactie van de wethouder af. Dan kijk ik naar de ChristenUnie. Mevrouw Heelbrink, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook niet meteen onze steun betuigd aan deze motie, omdat wij vonden dat het te veel uitging van een wantrouwen waarvan wij door de motie de indruk kregen dat er schering en inslag plaatsvindt wat betreft de inkoop van zorg. En wij denken dat dat genuanceerde licht ook zou moeten liggen. Dus wij vinden het wel goed dat het onderwerp aan de orde is en dat we dat hier met elkaar bespreken. Omdat ook door de wethouder, van de wethouder te horen hoe het nu daadwerkelijk zit en hoe wij hier in Twente met andere gemeenten omgaan en waarom mogelijk ook andere gemeenten daar anders in besloten hebben. En wij willen het niet zo zwart-wit maken dat de twee gemeenten die niet meedoen het dan beter zouden doen. Want het systeem wat zij hanteren, hebben wij gehanteerd. En deze keuze is naar onze mening niet voor niets gemaakt. Oké, de heer. Ik zit even steeds te wachten op een goed moment. De heer Veldmeijer heeft de vraag aan mevrouw Heelbrink. Nou, ik wil mijn collega eraan herinneren dat er zelfs op Tweede Kamerniveau vragen zijn gesteld over het Twentse model. En de Twentse perikelen en de zorgcowboys. En mijn collega doet nou voorkomen alsof het een heel klein iets is. En op het moment dat het op Tweede Kamerniveau dat dan besproken wordt, geeft wel aan dat het toch wel ernstig is. Of deelt mijn collega die mening niet? Mevrouw Heelbrink, aan u het woord. Ik heb volgens mij niet gezegd dat het een klein iets is. Ik heb ook gezegd het is goed dat het hier besproken wordt. Ik heb gezegd het is wat ons betreft geen schering en inslag zoals u uit die motie doet vermoeden. Dat is wat wij hebben geprobeerd te zeggen. Mevrouw Hilbering, vervolg uw betoog. Ja, wat wij al zeiden, we vinden het goed dat het onderwerp besproken wordt, omdat er ook heel veel ruis door ontstaat, alsof het inderdaad heel erg... alsof we heel veel wantrouwen zouden moeten hebben naar zorgaanbieders toe. Wij willen zeker niet onderkennen dat er misstanden zijn. En wij denken dat daar op de achtergrond ook heel veel aandacht voor is. En dat zouden we heel graag expliciet ook van de wethouder willen horen. Hoe dat er dan uitziet. En waarom wij met Twenterand gekozen hebben voor het model wat nu het nieuwe Marière model is. Tot zo. Dank u wel. Dan kijk naar mevrouw Bramer namens het CDA aan u het woord. Soms word ik ingeseind wie het woord zal voeren. Dus weet ik dat. Mevrouw Bramer, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Gelukkig is het zo dat de meeste mensen in de zorg prima werk leveren. Ook al zullen we helaas altijd excessen blijven houden met malafide aanbieders waar we tegen moeten optreden. Als blijkt dat het geld onrechtmatig wordt besteed en in ieder geval niet aan dingen waar het voor bedoeld is, welke maatregelen kan een gemeente dan nemen? En leidt een dergelijk gebeuren direct tot beëindiging van een contract? Verder houden we het kort in onze eerste termijn en wachten we eerst even de beantwoording af van het college. Dank u wel. Dan de heer Jonker. Nee, de heer Kobus, de heer Reusken. Aan u als laatste het woord in eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Waar vraagt deze motie nou eigenlijk om? Deze motie vraagt of er een raadsinformatiebrief komt.
om ons nader te informeren over de vragen die de PVV heeft. Als je mij vraagt, geen plek voor zorgcowboys, zou ik zeggen direct ja. Maar daar zou ik eerst meer informatie over willen hebben en daarover geïnformeerd worden. Dan wel via een raadsinformatiebrief, dan wel via een bijeenkomst, dan wel via een raadsinformatiebijeenkomst. Maakt mij niet zoveel uit, dat is wat mij betreft even ter overweging van de wethouder. En dan kunnen alle vragen die net zijn gesteld, ook door mijn collega's, daarin beantwoord worden. Dus wat mij betreft voeren we niet het debat hier en nu met elkaar. Want daarvoor liggen er veel te veel vragen die volgens mij niet beantwoord kunnen worden. Dus volgens mij is het verzoek heel simpel. Is de wethouder bereid om ons nader te informeren over alles wat nu gezegd is? En op de manier waarop, dat laat ik dan ook even bij de wethouder, dan wel bij het presidium. En als de wethouder dat doet en ons informeert, kunnen we daarna met elkaar het debat voeren. Dus ik zou willen pleiten om ons nader te laten informeren en dan het debat te voeren met elkaar. En ik ga daarom ook niet inhoudelijk op in op alles wat nu gezegd is, omdat ik niet voldoende onderlegd ben en geïnformeerd ben over alles wat nu gezegd is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik wethouder Paters het woord. Namens het college zal hij reageren. Wethouder, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Er is een hele hoop gezegd waar je wat over zou kunnen zeggen en waar ik misschien ook wel wat over zou willen zeggen. Maar om te voorkomen dat we hier om half één, twee uur of zo nog staan, denk ik dat het goed is om, en dat voorstel doe ik via u, voorzitter, aan de raad, om inderdaad die raadsinfo te organiseren, waarin wat mij betreft een drietal onderwerpen aan de orde zouden moeten komen. Wat onbekend maakt onbemind. Ik denk dat het goed is dat OZJT samen 14 naar ons toe komt om uit te leggen wat is het barrièremodel, hoe werkt het in de praktijk, wat heeft het opgeleverd, want dat het opgeleverd heeft, dat is ook een ding dat zeker is. Wat is het Twents model, als we kijken naar ook de inkoop die we gedaan hebben. En wat is, en dat is ook een belangrijke daarin, en daar heb ik vaker over gesproken, wat is het ontwikkeljaar. Ik zou me voor kunnen stellen dat een raadsinfo uit die drie onderwerpen bestaat. Dan kijk ik naar de motie, voorzitter. Als ik kijk naar het dictum, dan verengt er zich heel erg tot de vragen die de fractie van de PVV stelt. En ik denk dat dat te eng is, omdat ik hoor terecht dat er ook bij andere fracties vragen zijn die wellicht voorafgaand aan de raadsinfo beantwoord moeten worden. En dat er wellicht overlap zit ook in de vragen. Dus ik zou via u aan de raad voor willen stellen, voorzitter, om via de Griffie alle vragen te stellen die er zijn. En dan kunnen wij bundelen, kunnen we dat zo goed mogelijk beantwoorden. En dan kunnen we daarna ook zorgen voor een goede raadsinfo, waar we ook recht doen aan de vragen en de soms terechte zorgen die er bij deze raad leven. Want dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat zorggeld goed uitgegeven wordt, daarover zijn we het heel snel eens. En het is wat mij betreft te belangrijk om dat hier nu even af te doen. Dan doen we denk ik geen recht aan het onderwerp. Doe ik ook geen recht aan de raad en de zorgen die u daarin heeft. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel. Dan kijk even rond. De heer Veldmeijer wil misschien wel een ordevoorstel doen. Eventjes dat u wil schorsen, maar dat weet ik niet. Meneer Veldmeijer. Nee, ook niet schorsen, voorzitter. Ik ben heel blij met hetgeen wat de wethouder zegt. Vooraf vragen indienen bij de Griffie namens alle fracties. En daar inderdaad zo'n raadsinfo organiseren. Prima initiatief. Dus die motie hoef ik met deze toezegging ook niet namens de andere partijen in te dienen, voorzitter. Dus... Okay. Dan trekt u hem weer terug. Even, want u heeft hem ingediend, trekt u terug. Kijk even naar de andere fracties. Of die met het voorstel van de wethouder het eens zijn om het zo te doen. Dus om eerst alle vragen vanuit de Griffie te bundelen die u nog heeft. Dan maakt de motie is teruggetrokken door de indieners. En komt conform de toezegging van de wethouder eerst vragen, inventarisatie en dan een raadsinfo. Hoe het ook maar heet, hè. Maar er komt een bijeenkomst. Meneer Veldmeijer, u bent nog niet helemaal tevreden. Één dingetje ligt aan mezelf. Ben ik vergeten op welke termijn denkt de wethouder dit te kunnen organiseren? Dat kijk ik even aan. Ja, de wethouder mag vanaf zijn plaats het woord voeren. Wethouder, wat denkt u? Ik kijk ook even naar de Griffie, want ik ken niet exact het vergaderschema en de raadsinfo's die al gepland staan. Ook een kadernota die eraan komt.
Dus met uw goedvinden moeten we even zoeken naar een datum. Wat mij betreft, kijk, ik zou heel graag toe willen zeggen voor 1 juli, maar dat is erg kort dag. En ik wil u ook de gelegenheid geven om de vragen op een goede manier te stellen. En ook OZJT, die we hier naartoe moeten halen, ook even. Dus ik denk dat we even in gezamenlijkheid moeten zoeken naar een datum waarbij we, wat mij betreft, het op een zo kort mogelijke termijn doen. Dus eerder liever 1 juli dan half juli. Maar dan moeten we even kijken hoe we daaruit komen. Met andere woorden, er wordt gekeken, zorgvuldigheid staat boven alles. Dat geldt voor de vragen die u wilt stellen. Dat geldt ook voor zeg maar, de presentatie vanuit het college. En ook de samenwerking met anderen, met OZJT, om dat op een zorgvuldige manier te doen. En het moet ook haalbaar zijn qua planning. Nou, dat alles overwegende, denk ik dat het goed is om dat even op een zorgvuldige manier te doen. En ik denk dat het goed is om dat even in een kort memootje naar u toe te sturen. Misschien ook wel als puntje even van denk erom, u moet dan vragen indienen als u dat wilt. Net zoals we vorige keer het gedaan hebben. En dan kan het gewoon goed in gang gezet worden. Dus het streven is zo vlug mogelijk, maar wel zorgvuldigheid staat boven alles. Dan rond ik deze discussie over motie vreemd rond ik af. Dan ga ik naar de volgende motie vreemd. Deze motie oproep extra middelen sociaal domein. En ik kijk naar de heer Reusken, die de indiener is van namens denk ik een heleboel andere. Namens allemaal. Dus het kan waarschijnlijk vrij kort. Ik ben er niet. De heer Reusken, even uiteraard. Dank u wel, voorzitter. Ik zal geen uitvoerige toelichting gaan geven op deze motie, want de heer Veldmeijer leidde dat net bij zijn inleiding al hartstikke goed in. Door te zeggen van vanuit het Rijk is 2015 de WMO en de jeugdhulp bij de gemeente neergezet. Maar met een zeer grote bezuiniging daarbij. En dat wel blijkt dat alle gemeenten in Nederland tekort hebben. Want zelfs de minister kreeg het niet voor elkaar om nog een gemeente te vinden waar het wel goed ging om een vergelijk te kunnen maken met de gemeenten die tekort hadden. En allerlei colleges en ook wethouders van partijen die nu in de regering zitten, roepen het Rijk op en de minister op om extra middelen beschikbaar te stellen. En dat hebben ook wel een aantal Twentse gemeenten gedaan. Onder andere Oldenzaal. En deze motie heb ik daarom ook hier ingebracht. En ik ben blij dat alle collega's deze hebben mee ingediend. En ook de steun hebben toegezegd. En dat dit daarmee ook een steun voor de wethouder is. Hij zit ook in de commissie Sociaal Domein van het VNG. Om richting het Rijk nogmaals een krachtig signaal af te geven. Want er ligt weliswaar een toezegging. Maar een toezegging vraagt ook op een gegeven moment om de portemonnee te trekken. Voor dit jaar en voor volgend jaar. En niet incidenteel, maar structureel. Dus wat mij betreft, een prachtig signaal waar we mee de college en het wethouder op pad kunnen sturen. De heer Veldmeijer heeft de vraag nu. De heer Veldmeijer heeft nu het woord. Ja, voorzitter, onze naam staat er nog niet onder. Als het goed is. Klopt, want u zou bij het debat aangeven of u deze motie wil steunen dan wel wilde indienen. En dat had ik nog niet verhoord van u. Ja, dat klopt, daarom sta ik hier ook. Oké, meneer Veldmeijer, nu het woord. Ja, misschien kan ik dan de tweede termijn voorkomen. Dus ik zit eventjes. Meneer Veldmeijer, nu het woord. Nou, de enige reden, voorzitter, waarom wij nog niet getekend hebben, is dat het toch een symbolische motie is. Omdat er al gesprekken zijn op hoog niveau met minister De Jonge. Ik weet dat de heer Paters ook via diverse rollen ook daar bovenop zit. Dus het is meer voor ons een symbolische motie. Maar afhankelijk van het antwoord van de wethouder besluiten wij of we wel of niet zullen steunen. We zijn het overigens wel met de inhoud eens. Goed. Dan toch eventjes een kleinigheid. Er wordt een verzoek aan het college gedaan. En ik kijk even naar de wethouder. Het is een verzoek aan u. Ik ben even wat oogcontact tussen de indiener en ondergetekende, dus wethouder, overtuigt de hele raad van de gemeente Twente. Aan u het woord. Nou, ik hoef in dit geval denk ik niet de hele raad te overtuigen, zo te zien. Kijk, je zou inderdaad kunnen zeggen van hij heeft een wat symboolwaarde. Maar ik denk dat als je kijkt naar de situatie in het sociaal domein en de berichten daarover die stapelen zich op. En de tekorten stapelen zich ook op, dan denk ik dat elk signaal helpt, hoe klein soms ook. En dan geldt inderdaad dat vele kleintjes één grote maken.
En ja, er zijn gesprekken op hoog niveau. En er wordt heel stevig onderhandeld vanuit de VNG. En meer dan stevig, kan ik zeggen. Maar alles wat helpt, moeten we denk ik doen. En deze motie kan daarbij helpen. En stuur ik graag door naar de overige gemeenten en ook naar OZJT. En mocht die aangenomen worden, voorzitter, dan zal ik ook doorsturen naar de commissie ZJO van de Zorg, Jeugd en Onderwijs van de VNG. Dank. Dank u wel. Ik ga over tot een tweede termijn, als die nodig is. Nee. Meneer Veldmeijer, kijken of de heer Paters u over, wethouder Paters u overtuigd heeft. Aan u het woord. Meneer Paters is goed bezig vanavond, voorzitter. Hij heeft mij wederom overtuigd. Hij heeft u overtuigd. Dat is een pluspunt. Fantastisch. Dan kijk ik naar de raad. Wil iemand een stemverklaring? Wil iemand stemming? Is deze motie unaniem aangenomen? En doet de wethouder datgene wat hij net heeft toegezegd? Uiteraard. Dank u wel. Ik ga naar de volgende motie, vreemd aan de orde. Die gaat over de veiligheidsregio Twente, begroting 2020. En ik geef het woord aan de heer Elsinga. Aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. De motie gaat inderdaad over de veiligheidsregio, de aanbiedingsbrief en die begroting die daar dan bij zit voor 2020. En wij vonden als fractie die raadsbrief, vooral die aanbiedingsbrief, die van 3 pagina's voor degenen die brief kennen, dat vonden wij gewoon onduidelijk. Is dat nu voor de gemeente? Is dat voor alle gemeenten? Dan keek je in de begroting, want die zat er op dat moment nog niet bij. Die hebben wij op ons verzoek later toegestuurd gekregen. Nu staat die ook in de lijst voor dat iedereen mee kan kijken. En dan zie je dan in bijlagen 2 en 3 wel een structurele verhoging, maar dat gaat dan meer over lonen. Hoe dan ook, het is gewoon als raad complex en onduidelijk en wij wilden daar meer transparantie in. Nou, later kwam er ook nog een rapport van de Rekenkamercommissie door een aantal gemeenten aangevraagd en er zitten dan conclusies en aanbevelingen in. En nou, die hebben wij genoemd in de motie. En wat wij het allerbelangrijkste vinden is, kijk, de wettelijke taken die weten we wel. Hè, de brandweerkazennes en politie en dat soort zaken, dat die allemaal op orde moeten zijn. Maar er zijn ook niet-wettelijke taken. En onze fractie is niet duidelijk wat dat is, wat het inhoudt, hoeveel het kost. We hebben daar geen idee van. En daarom hebben wij ook deze motie ingediend om daar meer inzage in te krijgen in die niet-wettelijke taken. En hoe noodzakelijk vinden wij dat? En die Rekenkamercommissie die vraagt ook eigenlijk aan de raden van jullie moeten je meer daarmee tegenaan bemoeien. Alleen dan moet er wel wat informatie komen vanuit de Veiligheidsregio Twente. En daarom deze motie, voorzitter. En dank u wel. Ik geef zo meteen, als ik de beantwoording doe, het stokje even over aan de desktop van de raad. Ik kijk nog even rond of er nog iemand anders het woord wil. Niet, dan ga ik daar even op in en geef ik het woord. Vanaf een kwartier dan maar aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Oh, wacht even. Dank u wel, voorzitter. Dank u voor deze motie ook. En ik denk dat het goed is wat u ook aan het college verzoekt. En om hier zo vertaal ik het maar, om een zienswijze in te dienen namens de gemeente Twentegand. Ik ben bereid om dat te doen, omdat ik vind dat u recht heeft om een aantal toelichtingen te ontvangen. En ik zal ervoor zorgen. Moet ik even heel goed formuleren. Als deze motie wordt aangenomen, laat ik het zomaar zeggen, om dan een brief te schrijven namens uw raad met deze motie erbij. Misschien pak ik er een aantal punten uit in de brief, maar als bijlage deze motie die door de gemeenteraad Twenterand is aangenomen, of niet, maar als ik zie, dan zal die waarschijnlijk wel worden aangenomen om dit als zienswijze in te dienen bij de veiligheidsregio. Dank u wel voor de beantwoording. Ik kijk even naar de indiener van de motie of hij een termijn wil of met het antwoord volstaat. Zijn er nog andere fracties die hierover het woord willen voeren? Dan dank ik u voor uw beantwoording en uw bereidheid om het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio dan onze zienswijze te geven en de schriften te doen. Dank u wel voor hiervoor. Oh. Ja, motie is wel ruim meer de richting, maar moet wel overstemmen inderdaad. Dat zal ik bij deze doen. Dank u wel voor uw vraag erover. We brengen in stemming de motie vreemd veiligheidsregio Twente begroting 2020. En ik vraag u, wie stemt er voor deze motie? Is de GBT-fractie, PvdA-fractie,
VVD-fractie, de PVV-fractie is niet aanwezig, zie ik. SGP-fractie, CDA-fractie en ChristenUnie-fractie. Daarmee is deze motie aangenomen. Dank u wel. Dank u wel voor het overnemen van deze verantwoordelijkheid als voorzitter. Dan ga ik naar de laatste motie. Vreemd aan de orde is weg met de afsluitboete voor verwijderen gas aansluiten. En ook nu geef ik het woord aan de heer Elzinga. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. De motie die heet weg met afsluitboete voor verwijderen gasaansluiting. En dat is mede ingediend door ChristenUnie, VVD, SGP en PvdA GroenLinks. Met steun van het CDA. Nou, we constateren dat de mensen dan heel erg vooruit lopen op duurzaamheidsmaatregelen. En GBT stimuleert dat. We moedigen niet echt aan in die zin dat de mensen moeten. Als mensen dat uit vrije wil willen doen, dan moet je dat niet afstraffen. Dan moet je dat belonen. En huishoudens die definitief van het gas afgesloten willen worden, moeten een gasleiding, gasaansluiting laten verwijderen. Dat is de gasmeter en de pijpleiding. En dat kost zo'n €650. En er is nu een uitspraak geweest, en die link heb ik iedereen nog even toegestuurd. En dan zegt de geschillencommissie van Energie van dat het helemaal niet nodig is. Verzegelen, afdoppen, klaar. Adviesprijs is ongeveer €100 en €125. Dat is genoeg. Dus dat doen wij eigenlijk ook met dit voorstel. Alleen, dat moet dan via de koolgas. We zijn aandeelhouder van koolgas. En ik zei al, ik heb begrepen dat er vanavond of morgen is er een vergadering van de koolgas. En dat is niet zo vaak in een jaar. Dus daarom ook een beetje de spoed van deze motie vreemd. Om de wethouder toch te vragen om hiervoor echt te gaan pleiten. Laten we dan maar de eerste gemeente zijn, dacht ik. Maar dat is niet zo. Er is één andere gemeente die doet het al. Via een energiemaatschappij, Liander of zo. En ik zou de wethouder ook willen vragen om eens even na te willen denken. Van stel dat, dat het €100 of €125 wordt. Is het ook een middel om dan het restdeel wat er dan over is te vergoeden via bijvoorbeeld het duurzaamheidsfonds. Wat dan straks nog gevuld wordt. Maar dat laat ik even aan de wethouder over. Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dan kijk ik even de raad rond of iemand anders nog het woord wil. De heer Smelt van de ChristenUnie. Aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben in de voorbereiding wat contact gehad met elkaar over de tekst van deze motie. Maar ik vind het oprecht goed dat hier een motie voor ingediend wordt. En ja, inderdaad, ook goed dat de wethouder daarmee op pad gestuurd wordt naar de aandeelhoudersvergadering. Er zijn, en het zal misschien wel voor u allemaal gelden, dat dit wel een punt is, hè? Er zijn veel burgers die ons ook bericht geven of even bellen of contact met ons opnemen. Van, hoe moet ik daar nu mee omgaan? Het is een ingewikkeld verhaal en het heeft ook alles te maken met de beheerderssituatie van het netwerk. Ik denk dat het goed is dat die signaalfunctie, er zijn een aantal burgers die recent nog aan ons hebben aangegeven ook in conflict geraakt te zijn met Crotec vanwege het eigenaarschap. En dat is vervelend en ik denk dat het daarom goed is en daarom ondersteunen wij ook van harte deze motie. Dat de wethouder morgen het belang van onze burgers, ook op dat vlak, en niet alleen financieel, maar er zit ook een juridische kant aan. Zelfs een burger die een deurwaarder op het dak is gestuurd vanwege het feit dat hij absoluut niet wil betalen. Dus er zit ook een vervelend randje aan. Daarom is het ook goed dat de wethouder daar morgen ook een stelling in neemt. En vanuit Twente al aangeeft van, er zijn vele situaties hier die we kennen. En we willen graag dat daar een duidelijk statement gemaakt wordt en dat er ook een keuze gemaakt wordt. Vandaar ook vanuit de ChristenUnie van harte ondersteuning voor deze motie. Dank u wel. Dank u wel. Kijk toch verder de raad rond of iemand woord wil. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, waar wij toch een beetje tegenaan hikken. Aan de ene kant vinden we het een hele slechte zaak dat het zoveel geld moet kosten. Maar op het moment, die mensen die hun gas afsluiten, die krijgen al een bulk subsidie. En als de heer Elzinga dan zit te denken aan om ook nog eens subsidie te gaan verstrekken, een soort van subsidie te gaan verstrekken voor het afsluiten van die gasleiding, dan ja, vinden wij dat een beetje dubbelop. Maar aan de andere kant zijn we het er wel mee eens, voorzitter, dat dat bedrag natuurlijk exorbitant hoog is. Dus wat dat betreft sta ik nog in dubio en ben ik heel benieuwd naar wat de wethouder te zeggen heeft. In dit geval niet de heer Paters, denk ik. Maar goed. Verrassing. Verrassing. Ja, ik zeg niet alles uit het college. Ik kijk even rond of iemand anders. Wethouder van Abbema, aan u het woord. Voorzitter, dank. Ik weet niet of ik de heer Veldmeijer voldoende kan overtuigen, maar daar gaat hij ook zelf over.
Wat deze wethouder betreft, prima dat deze motie is ingediend. In de aandeelhoudersvergadering heb ik namens Twente Rand dit onderwerp al eens eerder geagendeerd. Toen was er nog geen rechtspraak over. Die was wel inmiddels was die aangevraagd. En het antwoord wat ik van Koolgas toen ook terugkreeg, dat was dat verschillende netbeheerders hier ook heel verschillend mee omgaan. Er zijn netbeheerders die vragen inderdaad een bedrag van 100 of 200 euro. Maar er zijn ook netbeheerders die zitten rond de 600 euro. En dat heeft er ook mee te maken dat, u moet zich voorstellen, hoe meer mensen zich laten afsluiten van het gas, dan hebben we te maken met frictiekosten, laat ik het zo maar zeggen. Dat is voor deze raad ook geen onbekend begrip. Dus dat Koolgas staat op het standpunt dat die frictiekosten dan ook betaald moeten worden door de afnemers. Nou, daar kunnen we natuurlijk wat van vinden met elkaar. Wat ik ga doen is deze motie morgen onder de arm meenemen in de aandeelhoudersvergadering. En de directeur en de raad van commissarissen ook vragen om hier mee aan de gang te gaan. Want uiteindelijk gaan wij als gemeente hier niet over, maar we kunnen wel het signaal heel duidelijk afgeven. Dank u wel. Dank u wel. Dan kijken of iemand een tweede termijn wil. De heer Veldmeijer wil een tweede termijn. De heer Elsegouw. Doe ik eerst de heer Veldmeijer, dan de heer Elsegouw. De heer Veldmeijer, aan u het woord. Ja, een korte vraag, voorzitter. Ik zou graag aan de wethouder willen vragen, omdat ik een beetje getriggerd ben door de... Ja, hetgeen wat de heer Elsinga, en GBT is toch de grootste partij in deze fractie, zei. Dat de wethouder eventueel met deze motie onder de arm de mogelijkheid heeft om via een soort duurzaamheidstraject, subsidiegelden, ook wat te doen aan die kosten voor de inwoners die het betreft. Denk je aan die mogelijkheid en heeft u ook de middelen met deze motie om dat te doen? Of zegt u van nou, daar is helemaal geen sprake van, omdat het niet op ons bordje ligt? Goed, dan wacht ik even tot eerst de heer Elsegouw wil ook nog het woord. Die als laatste, denk ik. En dan krijgt de wethouder nog het woord om in te gaan op de gestelde vragen, zo indien mogelijk. De heer Elsegouw, nu het woord. Ja, voorzitter, ik heb de reactie uiteraard vernomen van de wethouder zojuist. Ze zegt eigenlijk van ik neem het onder de arm mee en dan... Ja, uiteindelijk, we gaan er niet over. Maar we zijn natuurlijk wel aandeelhouder. Ik ben even op zoek naar van wat is dan de kracht van de aandeelhouder. En er zijn meerdere gemeenten die natuurlijk aandeelhouder zijn. Is dat een kwestie van andere gemeenten overtuigen en dan gaan ze wel door de bocht? Of is het echt zo van Koolgas van ja, jullie kunnen wel aandeelhouder zijn, maar we gaan onze eigen gang. Ik zou wel even willen weten van hoe wij dat moeten zien, die duidelijkheid erover, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan wethouder van Appema. Aan u het woord. Voorzitter, eerst even een antwoord op de vraag van de heer Veldmeijer. Op dit moment ligt het niet voor de hand om het duurzaamheidsfonds hiervoor te gebruiken. En ik wil natuurlijk best wel een aantal dingen in overweging nemen. Maar wat ik ook al zei, formeel gesproken gaan wij hier niet over. Dus het ligt ook in de reden om dit soort kosten dan ook door de netbeheerder te laten opbrengen, waarbij je natuurlijk wel kunt voorstellen als die kosten heel veel gaan oplopen, dat de netbeheerder dan ook zou kunnen zeggen van gemeenten, goed en best dat u dit vindt, maar dit gaat ten koste van uw dividend. He, dus daar kun je dan met elkaar wel wat van vinden. Dat zal dan een logischer spoor zijn om dat zo te beschouwen. En het tweede, ja, formeel is de rol van de aandeelhouders zo dat zij niet over dit soort ondernemingszaken gaan, zeg maar. Maar je kunt natuurlijk wel, als aandeelhouder kun je wel een aantal signalen afgeven. En dat is ook wat we zeker doen. En de ervaring is dat er altijd heel goed naar aandeelhouders geluisterd wordt. Dank u wel. Dan sluit ik deze bespreking af over de motie en ga ik de motie in stemming geven. Is iemand die een stemverklaring wil geven? De heer Veldmeijer wil een stemverklaring geven. Aan u het woord. Ja, voorzitter, wij zullen tegenstemmen omdat we de A niet overgaan. En B, de woorden van de wethouder voor ons voldoende is dat er wat aan gedaan wordt en dat ter sprake komt. Oké, dank u wel. Dan ga ik naar stemming. Wie is voor deze motie?
fractie GBT, Partij van de Arbeid, GroenLinks, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, die is tegen deze motie. De PVV, de motie is aangenomen. En we zijn nu aan het einde gekomen van deze raadsvergadering. Ik dank u allemaal en wens u allemaal een goede avond en sluit hierbij de vergadering. Kijkers, u hoort het aan het geroezemoes op de achtergrond. De raadsvergadering is afgelopen en ik heb een afspraakje vanavond. Ik heb een afspraakje met het nieuwe raadslid, Roswitha Uitslag van Richelen. Kom naast me staan, Roswitha. Je bent weer terug in de raad en ik zie een brede glimlach op je gezicht. Klopt dat? Dat klopt, Chris. Ja, inderdaad. Ik ben weer terug. Het was een grote teleurstelling in maart 2018 dat jij niet direct gekozen werd. Ja, dat klopt ook. Natuurlijk was ik teleurgesteld, want je hoopt natuurlijk altijd, ik was nog maar kort in de raad, dat je werk ook kunt voortzetten en daar weer een bijdrage aan mag leveren. Dus ja, er was teleurstelling, dat klopt. En toen hadden velen verwacht van, ja, misschien trekt Henk Kerkdijk wel direct de consequenties van de verkiezingsnederlaag van het CDA. Dat was niet het geval. En later bleek ook nog, dat had men niet direct door, want jij stond op plaats 4. Dus jij zou dan normaal gesproken getalsmatig, als Henk weg zou gaan, hem opvolgen. Maar Bertus had meer voorkeurstemmen. En uiteraard is dat verklaarbaar en dat moet je ook niet aantrekken. Want gezien zijn betrokkenheid bij Manna. Dan had je het nog niet gered op dat moment. Nee, dat klopt. De kiezer beslist en de kiezer kiest. Dus het is ook aan de kiezer hoe dat gelopen is, inderdaad. Met Bertus heb ik daar uitgebreid over gesproken. Waarom hij gezegd heeft, nee, ik doe het niet. En jij staat er weer. Ga jij, jouw onderwerp van de vorige periode was sociaal domein. Wordt dat ook nu weer jouw onderwerp? Ja, ik zal zeker meedenken over het sociaal domein, maar ik ga me ook wat breder oriënteren. Frauke die doet op dit moment ook het sociaal domein. We zijn nu met minder mensen, dus we moeten ook wat breder oriënteren en dat zal ik ook gaan doen. Ik wens je veel succes. Er is nog een drankje, geloof ik. Je man zat ook op de tribune. Gaat hij altijd voortaan mee? Nee, dat denk ik niet, maar ik vond wel heel fijn dat hij hierbij was. Ik wens je veel succes en bedankt dat je zo snel bij ons voor de camera kwam. Ja, we spreken elkaar nog wel. Ja. Dat is zeker. Kijkers, het was toch nog een langdurige vergadering. Het is bijna 10 uur, dus 2,5 uur vergaderen. We hebben gesproken over de subsidies. Vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Die motie werd ingediend, maar door de raad niet aangenomen. En nu weet ik het niet helemaal zeker, maar ik dacht zelfs dat ik de wethouder hoorde zeggen dat hij niet zo heel veel problemen had met de motie. En dat kan dus ook gebeuren. De raad is het er niet mee eens en het college zegt, nou ja, wat ons betreft doet dat niet zoveel pijn. De PVV had een motie vreemd ingediend over de zorgcowboys. En dat is, waar gaan wij zorggeld aan besteden? Besteden we dat aan de gokverslaving van iemand om te financieren of om geld uit te lenen aan familieleden of bekenden? Nou, dat is duidelijk dat de raad daar niet op zit te wachten. En de wethouder heeft toegezegd om daar een raadsinformatie voor de raadsleden aan te gaan besteden. En die gaat hij goed voorbereiden door de ambtenaren en de raad. De partijen kunnen extra vragen stellen daarover. Dan hadden we nog een motie. En dat was een signaal om af te geven aan wethouder Paters om extra middelen om de tekorten binnen het sociaal domein door het Rijk recht te breien. Laten we het zomaar eens zeggen. Die motie is unaniem aangenomen. Dus wethouder Paters wordt gesterkt door een motie om druk te zetten en te lobbyen om extra gelden voor het sociaal domein binnen te halen.
dan was de laatste motie vreemd. Ingediend door GBT ging over de mensen die zonder gas hun huis kunnen blijven verwarmen. En die moeten nu een afsluitboete betalen van rond de 600 euro. De motie is ook aangenomen. Er was één partij die het daar niet mee eens was. Maar wethouder Van Abbema gaat gesterkt met deze motie de aandeelhoudersvergadering van Cogas in. Om te zeggen van waarom moeten mensen 600 euro betalen voor het afdoppen en het meenemen van de meter. Dat kan toch wel wat minder. Daar zal dus over gesproken worden. Er wordt nu nog even een nagesproken over deze raadsvergadering. Een aparte raadsvergadering, mede door de wisseling van de wacht binnen het CDA. Ik dank u voor uw aandacht en binnenkort zullen we elkaar ongetwijfeld weer een keer spreken. Tot ziens.